dat jullie er allemaal zijn en met ons deze oriënterende ronde gaan doen. We hebben vandaag ook een aantal insprekers. Daar zal ik zo de ruimte voor geven om hen het woord te geven. Doe er nog wel een voorstel voor in welke volgorde dat het meest handig is. Maar voor nu, welkom allemaal. Dan heb ik agenda punt 1 gehad. Dan ga ik door naar agenda punt 2, vaststelling van de agenda. Dan kan deze agenda jullie goedkeuring wegdragen. Ja, voorzitter, misschien van mijn kant eventjes een berichtje over het onderwerp over de kinderburgemeester. We hebben daar, daar straks in het presidium even over gesproken. Daar leefde wel het brede gevoel dat wij graag over de kinderburgemeester willen gaan nadenken zodra de nieuwe burgemeester is geïnstalleerd, zodat hij er ook in mee kan denken. En gezien het feit dat wij de kinderburgemeester toch niet kunnen installeren in dit jaar, is de acute tijdsdruk er ook wat van af. En zouden we dat dus op die manier prima kunnen doen wat ons betreft. Dus mijn voorstel zou zijn om dat onderwerp eventjes te bewaren voor nader orde. Dan komt daarmee agenda punt kinderburgemeester te vervallen. Dat is agenda punt 6. Dank daarvoor. Dan zijn we in ieder geval hebben we daar duidelijkheid over. Verder nog opmerkingen bij het spreekrecht of bij de agenda, vaststelling van de agenda. Dat is niet het geval. Als de agenda hierbij vaststelt, dan zijn we nu aangekomen bij het spreekrecht. Er moet af en toe switchen tussen mijn agenda en het beeld. En daarmee zullen jullie mij uit beeld zien gaan, merk ik. Maar dat is toch even nodig. Dus af en toe ben ik uit beeld, dus daar graag even jullie begrip voor. Ik wil het als volgt gaan doen met de insprekers. Ik wil jullie in ieder geval allemaal welkom heten. Fijn dat jullie in deze Zoom-meeting zitten, deze digitale meeting. Het is de bedoeling dat jullie allemaal 5 minuten het woord krijgen. Net als in een normale oriënterende ronde of raadsvergadering. Na die 5 minuten is er gelegenheid om vragen gesteld te krijgen vanuit de raadsleden. En daarna wil ik jullie verzoeken om de vergadering te verlaten. Maar ik geef dat per persoon wel even aan wanneer jullie de vergadering kunnen verlaten. Dus wacht even op mijn seintje alvorens de vergadering te verlaten. De volgorde wil ik graag als volgt gaan doen. Ik wil graag eerst met agendapunt de Seidsema-hof de inspreker het woord geven. Dat is de heer Bernard Knol. En daarna wil ik de insprekers met betrekking tot de Aldi het woord geven. Zodat we daarna ook door kunnen gaan met de behandeling van de Aldi. Dan ben ik nu aangekomen bij de eerste inspreker. Dat is de heer Bernard Knol over de Seidsema-hof. Aan u het woord. Voor u gaan de 5 minuten in. Hallo, mag ik even terug? Mijn naam is Ben Knol. Ik ben eigenaar-bewoner van het pand in Molenlaan 33. Het huis dat aan één zijde zijn veranda heeft en wel aan de kant naar het plan Seidsema-hof is geplet. Mijn veranda heeft vanuit de woonkamer grote tuindeuren en ramen. Dus dat doet dienst als tuin, nu nog meer. Ik woon in dit huis vanaf het moment dat het is opgeleverd. Het is daarom ook mijn mening dat ik vandaar recht heb op een situatie die recht doet en wat mij toen is voorgeschilderd. De huizen aan de Molenlaan zijn destijds op de markt gezet als waterwoningen. En daar is gezien de situatie, de huidige situatie, geen sprake van. Als plannen doorgaan zoals ze nu voorliggen, is er eigenlijk alleen maar een verslechtering. In eerste instantie was de symmetrie tussen de huizen aan de Molenlaan 1 tot en met 39. Dat zijn 2 blokken. En de beoogde woontoren in het midden. Bij wat er nu dan van voor ligt, gaat de hele bebouwing naar de Molenlaan 23 tot 39. Het is grond dat oorspronkelijk bedoeld is voor een woontoren. En het is dus een beperkt oppervlak. En men heeft vervolgens geprobeerd om daar zoveel mogelijk huizen op te zetten. Dat moet dus nog komen. Daarbij heeft men alleen gekeken naar de winstgevendheid. En niet naar wat de gevolgen zijn van de bestaande woningen. En dit blijkt ook wel uit het feit dat er zo makkelijk van 8 naar 12 woningen is gegaan. Dit staat ook in een e-mail die ik als antwoord heb gekregen op mijn zienswijze die ik terug heb gekregen. Ik nodig de raadsleden ook uit om zelf eens een keer te gaan kijken op die locatie waar dat
waar de situatie zal worden. Als de afstand tussen de rijen en huizen zo gering is, dat, dan maakt het in feite ook niet meer uit of het nou 9 meter hoog is of 20 meter. Want als je rechtuit kijkt, dan steekt de gevel toch wel boven je gezichtsveld uit. Ik heb namelijk uitgerekend dat als je uitgaat van de tekening, document, verbeelding op de situatie van de gemeente, op de site van de gemeente, van de hoogte van te bouwen huizen op 9 meter aanhoudt, samen met de hoogte van mijn venster in de kamer van 2,20 meter, dan hoef je eigenlijk maar 1 meter uit het raam te gaan staan. En dan zie je eigenlijk alleen maar een gevel van die huizen. En dat is alleen maar steen en beton. Ik bestrijd hiermee dat een geringere hoogte van een gebouw, een kleinere afstand, midden in het gezichtsveld, een beter of gelijkwaardig is dan een hoger gebouw dat ruim naast je woning staat, met een grote plas water voor je veranda, zoals die woningen vroeger bedoeld werden en aangeprezen werd. Komt erbij dat de toegangsweg in het allereerste woontorenplan, die was in het midden van de twee blokken, daarom zaten er ook twee blokken, naar de Sietsemahof toe. De toren zou ook 4 verdiepingen zijn. En zo zijn die huizen toen op die manier verkocht. Over deze verhoging met destijds heb ik destijds ook een zienswijze ingediend, maar dat hoogteverschil werd destijds niet belangrijk gevonden. De geplande huizen op de site van de gemeente waar ik vanuit ben gegaan, zijn huizen met een veranda tegen een huis aan. Dus er is helemaal geen tuin tussen. U weet dat allemaal het uitzicht een heel belangrijke factor is. En niet alleen voor je eigen woongenot, maar ook voor de waarde van een woning. Het gaat erom dat ik mijn huis in 2006, de oplevering was in 2007, gekocht heb met een bepaald vooruitzicht. Namelijk dat de gemeente zich aan die afspraken zou houden van een bouwplan. En op dat moment, en dat is op dit moment niet aan de orde. Ik hoop dat mijn argumenten in een hoge overweging worden genomen. En dit is mijn betoog. Dank u wel, heer Knol. Ik heb nog een plaatje misschien. Daar is in ieder geval even in de vergadering, want ik ga eerst even kijken of er vragen zijn vanuit de raadsleden. Ik zie mevrouw Rusken van het CDA haar hand opsteken. Mevrouw Rusken, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Knol, voor uw verhaal. Het is duidelijk. Ik ben bij u geweest gisteren om zelf ook even te kijken. Mijn vraag aan u is, heeft u contact gehad met de gemeente en om nadere informatie te vragen? En zo ja, met wie dan? Nee, dit is gewoon wat ik terugkreeg als antwoord op mijn zienswijze en wat ik van sites heb gehaald en zo. Okay. Ik heb niet in de tussentijd tussen gisteren en vandaag geen contact met de gemeente. Oké, dank u wel. Ja, vraag voldoende beantwoord, dank u wel. Zijn er anderen die een vraag hebben aan de heer Knol? Dat is niet het geval. Voor zekerheid. Nee, dat is niet het geval. Heer Knol, dan wil ik u danken voor uw bijdrage. Fijn dat u dat op afstand zo heeft kunnen doen. Ik wil u ook vragen of u nu de vergadering wilt verlaten. En als u de vergadering verder wilt volgen, kunt u dat doen via de livestream. En het agendapunt over de Sietsemahof is geagendeerd na de Aldi als agendapunt 6. Dus via de livestream kunt u dat straks gaan volgen. Nogmaals dank voor uw bijdrage. Ja, u bedankt. Tot ziens. Goed, dan gaan we nu verder met de insprekers voor het agendapunt van de Aldi. En ik ga daar voor eerst het woord geven aan de heer Remco Bak namens RO Adviseurs. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is niet de eerste keer dat ik u als raad mag toespreken. Dat heb ik ook wel eens wat vaker gezien. Maar ik zit er alweer een keertje.
Nou, er is een heel dik rapport afgeleverd door zijn post in samenwerking met BRO. Heel erg dik, mag ik wel zeggen. Veel herhaling erin. Ik heb het allemaal gelezen. Maar goed, het lijkt me niet handig om het hier in 5 minuten te gaan proppen en alles met u door te nemen. Dus ik probeer een paar highlights uit te pakken die ik vanuit mijn eigen expertise en uiteraard op dat van al die met u wil delen. Laat ik ermee beginnen dat ik heel veel dingen herken, heel veel inhoud. Die wij zelf ook een paar keer hebben aangevoerd om de positie van Aldi binnen het hele winkelgebeuren goed te kunnen duiden. Ik haal er een paar uit. Dit komt uit het rapport van zijn post. Dat Aldi vervult een belangrijke functie als discounter supermarkt. Blijkt uit de hoge consumentenwaardering voor het winkelaanbod. Discounters zoals Aldi en Lidl trekken veel bezoekers. Nou, helemaal mee eens. Het centrum heeft een hogere waardering. En het is groter door de aanwezigheid van 2 discount supermarkten. We zijn afhankelijk in delingsvaart van een compleet winkelaanbod waar een basispakket zit met ook niet dagelijkse winkels, horeca, diensten en als belangrijk onderdeel discount supermarkt. En delingsvaart functioneert erdoor als een boodschappencentrum plus. Nou, helemaal eens. Wat ik dan eigenlijk een beetje mis als we het belang van Aldi zo hebben gezien. En we weten dat Aldi op de huidige locatie niet wil blijven, zeker niet wil uitbreiden, dan mis ik eigenlijk de vraag. Eigenlijk wel het antwoord op de vraag, wat is het effect als Aldi in zijn geheel vertrekt uit de Dedemsvaart? Want dat is volgens mij eigenlijk wel de keuze die voor ligt en zeker een scenario dat denkbaar is. Dus dat lijkt me een punt wat gewoon nog mist. Het lijkt me wel relevant voor u als u een besluit wilt nemen. Dan over de invloed. Hè. Er is natuurlijk de hele tijd al door de gemeente gewerkt aan de centrumontwikkelingen in Dedemsvaart. En er staat veel over in het rapport ook. Toch vraag ik me even af wat daar de effecten zijn geweest. We zien dat de omzetten in de dagelijkse en de niet-dagelijkse sector sinds 2010 zijn teruggelopen. Dus ondanks de maatregelen gaat de dagelijkse omzet van 44 miljoen in 2010 naar een kleine, nou een dikke 39,3 miljoen euro in 2019. Gewoon in euro's gerekend. Terwijl de omzet en de uitgaven door consumenten in de dagelijkse sector eigenlijk alleen maar stijgen. En ook niet-dagelijks is van 32,6 miljoen naar 21 miljoen gezakt. Er staan meer panden leeg dan landelijk en provinciaal gemiddeld. Het aanbod, ook in de dagelijkse sector, loopt wat achter op het gemiddelde. Dat is eigenlijk een beetje de ruimte waarbij wij als hebben gezegd, dat is waar Aldi eigenlijk nog wat uitbreiding in behoeft om dat te vullen. Nou, het aantal vestigingspunten zijn gekrompen. De branchemix is eigenlijk slechter geworden. Er is geen huishoudelijke zaken meer. Slijterij is weg, speelgoedzaken is weg. En dat wordt in het rapport allemaal een beetje toegeschreven aan de komst van Lidl. Maar dat lijkt me toch iets te kort door de bocht, omdat Lidl buiten het centrum zit. Is niet daardoor meteen het hele centrum leeg getrokken. Dat heeft ook te maken met het toevoegen van veel detailhandelsmeters, waar niet altijd een goede invulling voor is gevonden en waardoor wat verhuisbewegingen zijn ontstaan die leegstand hebben veroorzaakt. Of het beleid wat dat betreft succesvol is geweest, daar heb ik wel mijn vraagtekens bij. Er wordt veel gezegd over de invloed van Aldi op het kernwinkelgebied. Dan krijgen we eerst weer een heel verhaal waar we ook bij de Raad van State over hebben zitten hakkelen en bakkeleien bij met zijn post. Maar hoe zit het nou met de terminologie? Volgens mij is het heel simpel. Aldi ligt volgens de detailhandelsvisie, vastgesteld door u, in het mengmilieu geen detailhandel. En ik wil daarvoor even een citaat uit de detailhandelsvisie voor u voorlezen. Het nieuw afgebakende centrumgebied ziet er als volgt uit, met onderscheid in het kernwinkelgebied en de aanloopgebieden. En daarbuiten het mengmilieu, Julianenstraat midden, geen detailhandel. En het woonmilieu, Julianenstraat noord, is eigenlijk ten noorden van de Aldi. Oftewel, Aldi ligt in de Julianenstraat midden en niet in een aanloopgebied, en dat is vastgesteld beleid. Nou, dan gaat het heel erg over de relaties van het centrumgebied en Aldi in het rapport. Het gaat over de afstand, er wordt een collegabureau, DTNP, wordt er aangehaald, wat algemeen onderzoek heeft gedaan over de invloed. Van aanwezigheid van supermarkten. Nou, het heeft heel erg met afstand tussen een supermarkt en het overige winkelaanbod te maken. Er wordt gezegd 130 meter. Ik heb het nagerekend nog een keer. Het is 145 meter van de deur van Aldi naar de fietswinkel Dedemsvaart. De eerste winkel die je dan weer aantreft in het aanloopgebied, het concentratiegebied van de winkelcentra. Tot aan het kernwinkelgebied is dat 230 meter zelfs. Dan staat in het rapport dat bij een onderlinge afstand van 130 meter, zie je rechtsboven figuur 1.8, ongeveer 38% combinatiebezoek ontstaat. Dat is, het spijt me wel, gewoon niet waar.
DTP zegt, bij een afstand tussen 80 en 120 meter daalt het combinatiebezoek tot circa 35%. We zitten wel onder die 38. En eigenlijk wordt over afstanden groter dan 120 meter in het hele onderzoek geen uitspraak gedaan. Dus dat klopt gewoon eigenlijk niet. Ander punt daarin is dat een combinatiebezoek belangrijk, vooral afhankelijk is van een duidelijke zichtrelatie. Oftewel, ik ga de winkel uit, voordat ik hem inga, wat zie ik aan andere winkels? Nou, het is op zich, als u het gaat kijken, zelf in Google Earth op de plek, dan ziet u wel dat je eigenlijk dat hele kernwinkelgebied niet ziet. En dat staat ook in de detail, de structuurvisie. Ik pak hem er maar weer bij, pagina 15. De Aldi supermarkt voldoet niet aan de eisen van een moderne discount supermarkt en heeft een verborgen locatie. Dus de huidige plek heeft wat dat betreft niet die relatie die hier geschetst wordt en niet die directe koppeling waar mensen en naar de Aldi gaan en vervolgens gaan lopen naar het kernwinkelgebied. We blijven dat bestrijden. Mensen pakken ervoor de auto. Ander punt is dan de afstand naar Lidl. Die afstand is van tussen Aldi Mercator en de nieuwe plaats van Aldi en de huidige Lidl is 100 meter volgens zijn post. Ja, het is van ingang parkeerplaats naar ingang parkeerplaats, maar het rapport van DTP gaat over ingang winkel naar ingang winkel. Ook hier Heerbak, is van... Heerbak, ja. Kunt u tot een afronding komen? Ja. We zijn inmiddels streken. Ja. Prima, ik ga snel door. Dank u wel. Oftewel, even kort samenvatten dan. Aldi in Denemswaard ligt al buiten het centrum. En die relatie die steeds geschetst wordt, die ligt er niet op die manier. Dus wat ons betreft is daar geen sprake van. Dan ga ik naar de conclusie. Wat is het effect nu van Aldi als het naar de Mercator zou gaan? Ik heb er 5 puntjes. Eerst plaats, nogmaals noemen, het wordt geen tweede Koevoorde. Er is hier sprake van een andere juridische regeling die voorgesteld is door Aldi. Dus alleen de Aldi kan er komen, verder geen andere winkels. Je behoudt de hoge waardering voor Denemswaard met 2 discounters. Geen afname van koopkracht in de dagelijkse sector. Eerder een groei doordat er een betere Aldi komt. Je behoudt de brede mix en de vestigingspunten in de dagelijkse sector. Want het combinatiebezoek waar PRO en zijn post het over heeft, dat blijft bestaan. En volgens mij is het heel handig om het nu samen te regelen. Dus gemeente en Aldi. En anders komen we terecht in een juridisch traject en moeten we op basis van jurisprudentie gaan kijken wat voor winkels op Mercator kunnen komen. En dat lijkt me eigenlijk ongewenst. Dank u wel. Ja, dank u wel voor uw bijdrage. Blijf nog even in de vergadering. Ja. Dan kijk ik rond of er vragen naar u zijn. Patrick Rossen, aan u het woord om de eerste vraag te stellen. Oké, meneer Bak, dank u wel voor de inspraakreactie. Dat is altijd prettig en dat helpt ons om een goed besluit te nemen. Even kijken of ik uw gezicht erbij kan halen op mijn scherm dan toch. Meneer Bak, u zet de discussie vrijwel meteen op scherp. De Aldi moet verplaatsen of de Aldi gaat weg. Ik vat hem zo volgens mij redelijk goed samen. U deed dat op een andere manier. Als u kijkt naar de verkenning die Aldi zelf heeft uitgevoerd, daar zult u bij betrokken geweest zijn. Hoe creatief vindt u zelf die verkenning? Wat is creatief? Dat is op zich dat natuurlijk gewoon, je moet kijken naar het bestaande leegstand. Hè? Dat de ladder voor duurzame verstedelijking, dat klinkt een beetje negatief, maar die zegt dat je dat eerst moet doen. Dus dat hebben we ook gedaan. En vervolgens ga je dan kijken van waar past zo'n winkel. Inclusief wat erbij hoort. Hè. Een winkel is 1. Maar er moet ook parkeren bij en er moet ook bevoorrading bij. En dat moet ook nog op een veilige manier gebeuren. Dus ik denk dat we daar best goed naar hebben gekeken. We hebben ook in het centrum gekeken. Op dat moment stond de oude HEMA nog leeg. Er zit alleen zo'n marktkramen toestand in. Daar past de winkel op zich wel in, maar dan krijg je dan de rest ook weer niet in. Ja, gepropt moet ik dan zeggen. Dus ik denk dat we gewoon ook kijken naar van wat zijn logische plekken voor zo'n winkel. Je moet hem ook niet ergens verstopt aan de andere kant van het dorp doen. Want dan krijg je al het verkeer door je dorp heen. Dat we daar wel, ik denk, uitputtend in zijn geweest in de mogelijke locaties. Wat creatief is, nou, daar kan ik natuurlijk van mening over verschillen. Maar ik denk niet dat we daar 3 slechte plekken hebben gekozen en die hebben behandeld. Okay, dank u wel. Voldoende? Ja, oké. Okay. Ja, voldoende zo. Mooi. Als ik het goed gezien heb, had de heer Rodemond ook een vraag. Heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Meneer Bak, u reageert met name op het rapport van Seinpost, dat wij ook hebben gekregen en gelezen natuurlijk. Ja. Hoe zou u dit rapport in zijn geheel willen kwalificeren als het gaat voor dit onderwerp?
Ja, ik gaf het al even aan. Laat ik vooropstellen dat het volgens mij gewoon te dik is. En daardoor bevat het heel veel herhaling, maar soms ook net weer niet helemaal. Dus het is, laat ik zeggen, ongestructureerd, als je het mij vraagt. En ik had de indruk onder een redelijk grote tijdsdruk geschreven. Mijn kinderen zeggen dan niet goed genederlandst. De zinnen lopen niet goed. Af en toe moet je een beetje gissen naar wat er bedoeld wordt. En dat is altijd gevaarlijk. Want uiteindelijk moet er dan een rechter over gaan beslissen wat er bedoeld wordt. Dus ik heb het idee dat er heel veel woorden zijn gezocht. Om dan maar al die, zal ik zeggen, op de plek in de Julianenstraat te houden. Terwijl eigenlijk, als ik het rapport lees, ik vooral lees dat het hele centrum niet wordt bedreigd met die verplaatsing van Aldi. Er worden eigenlijk geen argumenten voor aangevoerd die steekhoudend zijn, denk ik. Ook als we kijken naar wat we al uitgewisseld hebben natuurlijk in de loop van de procedure. Het is niet de eerste keer, zoals ik al zei, dat we hier met elkaar over aan het steggelen zijn. En ook niet wij met zijn post. Voldoende zo, heer Odermond. Als ik nog één vraag mag stellen. Zeker. De heer Bak geeft aan, de andere heer Bak, dat Aldi een belangrijke functie vervult als discount supermarkt in Dedemsvaart. Die belangrijkheid is ook meetbaar te staven. Dat staat, denk ik, dat kan ik gewoon verwijzen naar BRO Seinpost. Of Seinpost BRO, dat weet ik even niet. Daar staat nadrukkelijk in wat de aanvullende functie is van Aldi op het geheel. Of andersom, als de consument naar Aldi gaat, ik heb het u vaker verteld, dan kan hij niet alles kopen wat hij wil en zal hij altijd andere winkels moeten bezorgen. En feitelijk, wij zeggen altijd, probeer in ieder geval in je kern te houden. Dan gaan die mensen echt niet helemaal verder rijden als ze dichtbij een prima Jumbo, prima Albert Heijn zijn en verse speciaalzaken allemaal aanwezig. Ik zie voldoende aanknopingspunten ook in het rapport van Seinfos BRO, omdat die onze stelling eigenlijk onderbouwt, laat ik het zo zeggen. Okay. Deze vraag is voldoende beantwoord. Dank je wel. Voor nu in ieder geval twee vraagstellers nog. Dat is Arsenio Wiet en Rijn Jonkhans van de Partij van de Arbeid. Eerst Arsenio Wiet en daarna Rijn Jonkhans. Ja, dankjewel voorzitter. Meneer Bak, ja. Met een K. Meneer Bak, ik heb naar u geluisterd en wat mij eigenlijk opvalt is dat u het net had over dat die winkels sluiten door de komst van Lidl. Had ik het goed verstaan dat u dat zei? Nou ja, ik heb dat gezegd. Dat is een stelling die wordt verkondigd in het rapport van Seinfos BRO. Ja. Oké, want dat is mij namelijk niet bekend. En mijn vraag is eigenlijk aan de Jolande Naning van de DMC, want die komt hierna, of zij het daarmee eens is. Want ik hoor het voor het eerst namelijk. Oké. Prima. Voldoende zo? Dat was het. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, meneer Bak. Ik heb een vraag voor meneer. De andere meneer Bak, en die gaat als volgt. Ja, u geeft aan dat u in het centrum geen locatie kon vinden voor de Aldi. Maar ik meen mij toch te herinneren dat in 2012 al Aldi op het punt stond te tekenen voor een locatie aan het Marktplein in Dedemsvaart. Dit is niet doorgegaan, dus dat u nu doet van, ja, we konden niks vinden in het centrum, komt mij een beetje vreemd voor. Maar kunt u misschien dat even uitleggen hoe dat zit? Nou, als ik heel eerlijk ben, niet zo heel goed. Ik heb het natuurlijk wel van horen zeggen. Ik ben wel lang betrokken bij dit dossier, maar niet zo lang. Dus die afweging van Aldi had volgens mij te maken met parkeren en bereikbaarheid. Maar ik weet dat Vincent Hulligie van Aldi ook meeluistert. Dus die kan het misschien beter beantwoorden dan ik als dat mag van de voorzitter. Als u daarmee eens bent. Ja, is prima. De heer Hurg, zult u ook dan graag even de camera aanzetten om de vraag goed te kunnen beantwoorden? En wij ook u in beeld. De heer Hurg is in de vergadering. Ja, we hebben contact. Goedenavond. Hi. Ik heb de vraag inderdaad meegekregen. Het ging over in eerste instantie verplaatsing naar het kernwinkelgebied in Dedemsvaart. Dat klopt, daar zijn we lang over in gesprek geweest. Dat is last minute ontbonden. In ieder geval hebben we er afstand van gedaan. En de afweging daarbij was
de infrastructuur, dus bereikbaarheid en parkeren, wat ook weer je bak aangaf. Prima. Hey jongens, is dat voldoende zo? Als u even het geluid aan wilt zetten. Ja, dat is voldoende. Ik constateer dat het voor andere supermarkten geen probleem is, maar voor de Aldi wel. Mag ik daar ook nog even op reageren? Ja, ik wil proberen om even deze discussie te voorkomen. Ik wil het even afsluiten bij de heer Jonkans. Hij heeft aangegeven dat er voldoende beantwoord is. En daarmee wil ik de discussie nu tot zijn einde brengen. Want er zijn nog meer vragen. Ik zie dat de heer Gelling ook een vraag heeft. Dat is correct? Dat is correct, meneer Bak. Dank u wel, heer Gelling. Aan u het woord. Goed, dank u wel. Meneer Bak, mag ik u nog een andere vraag stellen? Ik hoorde u net zeggen, een interessante onderzoeksvraag zou zijn, had mogelijk moeten zijn bij het onderzoek. Ja, wat gebeurt er nou met het centrum als het altijd zou vertrekken? Nou, die vraag die deel ik wel. Maar heeft u ook een visie op het terrein op zich? Hè? Want het college is altijd voornemens geweest om er boten, auto en caravan te vestigen. Veel Deemsvaarders denken namelijk dat het of de Aldi is of de mooie groene grazige weide die het nu is, maar dat is niet het plan. Zijn er ook een soort van kerngegevens wat een boot, auto en caravan situatie bij de poort van Deemsvaart zou doen voor de rest van het centrum? Ik denk als ik daar eerlijk in ben dat dat beperkt zal zijn, in positieve en in negatieve zin, omdat je dan echt wel over hele andere koopmotieven hebt. Hè. Mensen die een auto gaan kopen dan over het algemeen niet ook nog even een brood, om het maar heel plat te zeggen. Dat is iets waar mensen apart voor naartoe gaan en dan weer klaar zijn met hun trip, terwijl in tegenstelling daartoe Aldi echt iets is van nou, ik ga boodschappen doen en dan moet ik behalve bij Aldi ook nog bij andere winkels zijn. Dus die relatie met het centrum is dan heel, heel anders. Dank u wel. Voorzitter, mag ik nog één andere vraag stellen? Ja, gaat u gang. Meneer Bak, wat is uw inschatting? Stel voor dat de Aldi deze procedure onverhoogd zou winnen. Bestaat er dan de mogelijkheid voor andere detailhandelbedrijven om zich ook te vestigen op het Mercator-terrein? Dat zou kunnen. Dat hangt natuurlijk een beetje af van. Dan komen we weer bij de Raad van State terecht, ben ik bang. En dan zou het zomaar kunnen dat zij in wat algemene gezin de stelling van de gemeente hieronder uithalen en daarmee meer mogelijk maken dan wat Aldi eigenlijk wil. Dat kan ik absoluut niet uitsluiten. Het zou best kunnen volgen uit de uitspraak van dat er dan de angst die er is, bewaarheid gaat worden. En dat zou je nu kunnen afstemmen door het wel gewoon in één keer die ontwikkeling te pakken. En Aldi als enige winkel daar neer te zetten. Voldoende, heer Gelling? We hebben wat problemen met de verbinding, is mijn gevoel. Nee, het is dank voor de beantwoordingen. Ja. Oh. Ik kijk nog even rond. Zijn er nog meer vragen? Dat is niet het geval. Dan wil ik u bedanken, heer Bak, voor uw bijdrage. Blijft u tijdens deze ronde nog even aanwezig. Ik geef u wel een seintje wanneer u gezamenlijk met uw collega's de vergadering kunt verlaten. Dan ga ik nu door naar de volgende spreker. En dat is de heer Hugo Doornhof van ADK Advocaten namens de Aldi. Heer Doornhof, aan u het woord. Voor u ook 5 minuten. Dank u wel, voorzitter. Ja, u verwacht, voorzitter, misschien van mij een wat zuiver juridisch ingestoken verhaal. We zijn natuurlijk in Den Haag geweest, hebben daar het standpunt van Aldi bepleit. En enerzijds is mijn verhaal ook wel juridisch, maar ik zou ook toch wat meer vanuit een bestuurlijke invalshoek naar voren willen brengen. Eerst even dat juridische. Eigenlijk is het natuurlijk wel wat, hè, wat de afdeling hier heeft gedaan. Want ik heb natuurlijk het raadsvoorstel gelezen. Ja, en het college zegt een beetje, we hebben toch best wel gelijk gekregen. Zo. Oh ja, één puntje, dat evenredigheidsvereisten, dat moeten we even beter motiveren. Maar alle jurisprudentie, en niet in de laatste plaats, sterk nog op de eerste plaats, Appingedam, daarbij gaat het natuurlijk om het evenredigheidsvereisten. Dus eigenlijk zegt de afdeling, als je in meerwil van de vrijheid eigenlijk van ondernemers
als lokaal bestuur gaat zeggen, maar op die plek, in dit geval het Mercado-terrein, dan mag je als supermarkt niet landen, dan moet je laten zien dat het doel waarvoor je dat verbiedt, dat dat doel ook bereikt wordt. Dus het is niet zo als wel in het voorstel staat, ja, we kunnen het allemaal niet zo goed beoordelen als afdeling, we moeten maar beter motiveren. Nee, de afdeling heeft gewoon gedacht, en zo ging het natuurlijk tijdens die zitting ook, die Aldi die zit daar in zo'n gebied waar dit allemaal niet eens is toegestaan. Het kernwinkelgebied is daar. Ze gaan verhuizen naar een ander deel buiten het centrum. Hoezo kan dat verschil gaan maken voor het centrum? Dat centrum gaat daardoor toch niet negatiever worden. Dat loopt toch geen gevaar op die manier? Dus dit is een uiterst belangrijk gebrek dat de afdeling heeft geconstateerd. En ja, je had zelfs een kale vernietiging van het weigeringsbesluit kunnen verwachten. Nou, de afdeling heeft gezegd, ik wil toch het gemeentebestuur een kans geven. En ja, u hebt net het verhaal van de heer Bak gehoord. Het college lijkt die kans niet te hebben gegrepen. Dat is natuurlijk ook lastig. Want ja, als je kijkt naar die situatie, net zoals ik hem zei, en dat is de zitting ook naar voren gebracht. Ja, het is ook niet te motiveren. We krijgen een brei van woorden in een rapport. Nou, de heer Bak zijn vak, laat ik me als jurist natuurlijk daar niet te zeer in woorden aan verder wijden. Maar dat is natuurlijk een brei van woorden om toch de afdeling dan er maar van te overtuigen dat het toch niet kan op deze manier. Het is een onderbuikgevoel van, ja, dit is hartstikke gevaarlijk voor het centrum. Een onderbuikgevoel dat door de afdeling eigenlijk niet geaccepteerd is. Dat is het juridische ervan. Het wordt natuurlijk een discussie. Mocht de raad zeggen, nou, dit is toch degelijk vakwerk van het college en wij hadden allemaal het gevoel wel dat het hartstikke gevaarlijk zou zijn als we een Aldi op elkaar te toestaan voor het centrum en kijk eens waar het college nu mee komt. Dat is een degelijk rapport. Daar wordt dat met cijfers onderbouwd dat het centrum ineens stort als we daar die Aldi toelaten. Als u dat vindt, nou, dan moeten we dat straks bij de afdeling weer uitvinden. Maar dan het bestuurlijke, hè, want daar gaat het college ook aan voorbij. Die dienstenrichtlijn die is er natuurlijk niet voor niks. Het heeft er alles mee te maken dat ondernemers niet willekeurig, ik zeg maar even, worden lastiggevallen door ja, toch gemeentebestuurders, nou, in dit geval met u dat, met toch, ja, wat ik zei, die onderbuikgevoel van joh, het is niet handig als een Aldi nou op elkaar te landen. En ik vraag u ook om dus nog even goed zelf na te gaan, anders dan te denken, ja, hup, repareren. We hebben een nieuw rapportje, stempel erop en hup, ook weer terug naar de afdeling. Nee, ik vraag u om na te denken over de vraag, kun je nou in redelijkheid zeggen dat je hier de vrijheid van de ondernemers kunt beperken op de motivering die u hebt gegeven aanvankelijk, namelijk, het is een gevaar voor het centrum. De afdeling zegt daarvan, nou, ik heb dat niet gezien en u moet dat maar eens nader aannemelijk maken. Nou, dat is nu met het rapport niet aannemelijk maken, maar ik vraag u dat dat te doen om ook bestuurlijk uw verantwoordelijkheid te nemen bij de naleving van die dienstenrichtlijn. Het is dus niet alleen een juridische beoordeling moet maken die u moet maken als ja, zeg maar even part-time politicus van kunnen wij nou zeggen dat met dit rapport daadwerkelijk aannemelijk is gemaakt dat het centrum gevaar loopt. Nee, kijk ook naar de vraag van zijn wij bestuurlijk nu behoorlijk bezig om een ondernemer met ja, dit soort eigenlijk oneigenlijke argumenten te confronteren. En nou, ik moet toegeven, ik heb niet zoveel zin om mij te gaan in herhaling te gaan vallen met wat ik eerder bij u daar naar voren heb gebracht. Maar ik blijf me natuurlijk toch een beetje verbazen over alle argumenten die mij steeds naar voren worden gebracht om dit te verhinderen. Terwijl daar kennelijk allemaal nog redenen spelen die nou ja, af en toe eens aan de oppervlakte komen. Maar die eigenlijk van aard zijn om tegen de Aldi te zeggen, nee, nooit zul jij op Mercato landen. Het is misschien nu een goed moment als je met zo'n uitspraak van de Raad van State geconfronteerd wordt, om eens echt na te denken, wat zijn we nou als gemeenteraad aan het doen? En zouden we niet in redelijkheid een goed besluit moeten nemen? Zouden we niet in redelijkheid ook naar die tweede optie van de afdeling moeten kijken, een planregel zodanig formuleren dat Aldi daar wel kan landen. Want dat is duidelijk de tweede optie die de raad meegeeft. Kunt u niet motiveren dat dat centrum daar gevaar loopt, staat u dan de Aldi op elkaar toe? Goed. Dank u, voorzitter. Dat
een mooie bijdrage is. Dank u wel, meneer Doornhof. Ik kijk weer rond of er vragen zijn. Ik zie het beeld even stilstaan. Heer Rodemond heeft een vraag. Heer Gerling heeft een vraag. De heer Oordink heeft een vraag. En de heer Van den Berg heeft een vraag. Ik ga beginnen bij de heer Rodemond. Nu het woord. Voorzitter, dank u wel. Ja, ook dank voor de bijdrage. Helder betoog. U zegt dat u pleit voor een goed besluit. Natuurlijk staan wij daar allemaal voor wat dat betreft. En ik ben eigenlijk altijd vanaf het begin van deze discussie rondom het Mercator-terrein bezig geweest met de vraag wat is goed voor Dedemsvaart. Nu komt u met een pleidooi rondom het onderbuikgevoel. Dat wil ik toch even wat meer duiding meegeven als u dat goed vindt. Dus graag aan u de vraag, kunt u dat wat meer vulling geven, zeg maar, dat woord onderbuikgevoel. En dan doel ik met name op het feit dat eigenlijk overal in Nederland heel veel centra bezig zijn met het maken van een kleiner en compacter winkelgebied. Zo ook in Dedemsvaart. Zover ik heb begrepen zijn er gesprekken geweest met de hele middenstand, ook met de supermarkten, nu de Albert Heijn en de Jumbo gevestigd in dat kleine centrum. De Aldi is afgehaakt om moverende reden die we zojuist hebben gehoord. Maar dan zou ik eigenlijk niet willen zeggen dat we eigenlijk alleen maar acteren op het onderbuikgevoel als raad. En dat we juist willen kijken naar een goed besluit. Dus kunt u misschien dat woord even wat meer vulling geven voor mij? Dank u wel, heer Rodemond. Ja, dank voor de vraag. Sorry, voorzitter. Dank voor uw vraag, meneer Rodemond. Ja, dat wil ik. Kijk, op zich kun je natuurlijk goed voorstellen dat gemeenten nadenken over hoe ze bepaalde functies misschien wat minder in de periferie willen hebben. Of, nou ja, jullie hebben daar zelf eigenlijk in de structuurvisie ook een aanzet op gegeven hoe je, nou ja, misschien gebieden meer zuiver woongebieden moet maken en het centrum echt zuiver de taalnood laten zijn. Dat zijn allemaal valide redenen. En dat mag ook. En de afdeling erkent ook zo, met zoveel woorden, ook in de Appingedam-uitspraak, dat dat op zich een hele goede reden is om aan ruimtelijke ordening te doen. Dat laat de dienstenrichtlijn ook toe. Maar we hebben het natuurlijk nu veel meer in het bijzonder over de vraag wat er nou zou gebeuren met een verplaatsing van een detailhandelsvestiging op de markt van de ene plek buiten het centrum naar de andere plek. En dan zegt het onderbuikgevoel, en daarom kwam ik met die term, en dat is ook in de jurisprudentie steeds, nou ja, niet dat je dat woord met die, die woord echt in de rechtspraak tegenkomt, maar de afdeling zegt eigenlijk wel, je moet met cijfers onderbouwen dat het effect dat wordt verwacht van een bepaalde maatregel, dat dat effect ook daadwerkelijk zijn intrede doet. En je mag dus niet zeggen, nou ja, volgens mij, als we nou die op Mercator zetten, dan is dat funest voor het centrum, dat gaat helemaal niet goed. Dat bedoel ik te zeggen, dat is eigenlijk de borrelpraat waar sommigen van denken, die kunnen dat denken, van dat is kwalijk. En de afdeling zegt ervan, nee, zo gaat dat niet. Want ik kan mij, als rechter, zegt dan de afdeling, mij niet voorstellen dat als je ergens al buiten het centrum zit, dat dat een effect gaat hebben op het kernwinkelgebied als je op een andere plek bij het centrum gaat zitten. En dat moet ik zeggen, zeg maar dat onderbuikgevoel van dat zal wel negatief zijn voor het centrum, dat mag nooit redengevend zijn, en dat is het nu wel geweest, mag nooit redengevend zijn om de ondernemingsvrijheid te beperken. Goed, dank u wel, heer Doornhof. Rodemond, volgens mij heeft u behoorlijk wat vulling gekregen, dus is dit voldoende zo? Eén klein vraagje nog. Ja, één klein vraagje dan. Akkoord. De heer Doornbos, denkt u dat we op dit moment voldoende geïnformeerd zouden kunnen zijn, op basis van alle stukken die voorliggen, om dat goede besluit nu te nemen? Mits goed gelezen natuurlijk. Dank u wel, heer Doornbos. Heer Doornbos, wilt u proberen kort en bondig te antwoorden? Ja, maar ik vind het wel een hele interessante vraag. Omdat u net natuurlijk de heer Bak, ja, heel plat gezegd, die brei aan woorden van Seinpost BRO heeft te zien. Ja, hoe moet ik dat nou niet zeggen? Nou, een synoniem voor afbranden. Ik kan me best voorstellen dat de raad, omdat het ook een raadsbesluit is, nou ja, ik kan me dat goed voorstellen, zeg ik even zo op front,
dat de raad zegt, ja, dit wat we van het college hebben gekregen, laat staan met dat raadsvoorstel erbij. Dat vinden wij onvoldoende om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen. Willen wij echt duidelijk hebben of de redenen die we hebben aangevoerd hout snijden, dan moeten wij een derde bureau verzoeken, een onafhankelijk bureau, niet weer Seinpost / BRO, om daar een advies over te geven. Dat vind ik eigenlijk, ik zeg dat even zo spontaan, een heel goed idee van u. Goed, dank u wel. Ik ga naar de heer Rodemond dat dit voldoende is. Dank u wel. Ik wil de volgende spreker zelf vragen om de vragen wat kort en bondig te stellen. Dus ook echt vragen te stellen en niet zelf eerst een heel pleidooi te houden. Want het kost best wel veel tijd op dit moment. Dus heer Van den Berg, aan u het verzoek om kort en bondig uw vraag te stellen en de beantwoording naar Van Ant te laten zijn door de heer Doornhof. Heer Van den Berg. Ja, dankjewel voorzitter. Ik zal het kort en bondig proberen. De heer Doornhof gaf aan dat wij maar partij politicus waren. Hoe moet ik die term van de heer Doornbos duiden? Ja, ik ben ook zelf raadslid geweest. En overdag had ik een baan en 's avonds probeerde in Nijkerk, waar ik nu gewoon te helpen om de gemeente te besturen. En we proberen te doen met z'n allen, zou ik denken, in een gemeenteraad, is niet te vergeten dat we ook ons aan de wet te houden hebben. En dat lijkt soms wel eens niet te gebeuren, zeg ik heel voorzichtig. Je mag niet, en dat is ook dat wat de Raad van State zegt, dus dat zeg ik niet zozeer, maar we moeten echt redenen geven, zegt de Raad van State, dus dat zeg ik niet, maar dat zegt de Raad van State. Wij moeten echt redenen geven als wij bijvoorbeeld tegen een ondernemer zeggen van joh, jij mag je daar niet vestigen. Dan moeten wij echt redenen geven die hout snijden. En wij mogen niet, ook al zijn wij deeltijd politici, mogen wij niet zeggen joh, volgens mij is dat slecht voor het centrum, dus dat doen we maar niet. Dat bedoelde ik daarmee te zeggen. Voldoende zo, heer Van den Berg. In het geval, heer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een paar vraagjes die allemaal met elkaar verband houden. Want een paar dingen die ik hoorde, zou ik ook willen vragen aan het college zo meteen. Maar dan voorafgaand nu hier. Zou je om te beginnen het verschil eens willen uitleggen tussen dat wat de Raad van State zegt, dat het onvoldoende aannemelijk is, de verdediging van de standpunten, en wat ik wel met u eens ben, in het raadsvoorstel staat dat het wat onduidelijk is ter zake de uitleg. Dat was vraag 1. Vervolgens lees ik in het raadsvoorstel, voorzitter, dat er na de Appingedamzaak ineens een heel ander licht op de zaak is gekomen. Ik heb het eens nagekeken, maar volgens mij is die Appingedamzaak ruim geweest een maand voor de behandeling van het raadsvoorstel hier. Dus waren wij hier niet op de hoogte als deeltijdpolitici? Maar u was het wel volgens mij. Ik heb stukken erbij gezocht, u had het er toen over. Hebben wij het gemist? Was het onduidelijk of was het traag in de behandeling? En vervolgens de laatste vraag die ik ook stelde aan meneer Bak en nu aan de advocaat. Stel nou voor dat in uw beleving ook de Aldi hier gaat verliezen. Is het dan zo dat op het Mercator-terrein de vestiging van detailhandel vrij dan wel veel vrijer zou zijn dan in het voorstel dat u heeft gedaan bij brief aan het gemeentebestuur van 10 april jongstleden? Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik hou dat kort hoor, om u niet te gaan ergeren. Eerste punt, kijk, die woorden van we kunnen nu niet beoordelen of het besluit juist is, die komen op zich terug in de uitspraak. Alleen die worden door het college gekoppeld aan het criterium of de overweging van de afdeling of duidelijk is dat de verplaatsing van Aldi het centrum zou bedreigen. En op dat punt heeft de afdeling niet gezegd, oh, maar dat is voor mij even onduidelijk of dat argument hout snijdt. Nee, op dat punt heeft de afdeling heel duidelijk gezegd dat de motivering niet deugt. En vervolgens is het eindoordeel, omdat er heel veel gronden door ons naar voren zijn gebracht, is het eindoordeel, wij kunnen dat nu niet beoordelen, dus doen we een tussenuitspraak en krijgt de Raad opnieuw de kans om het te motiveren. Maar op dat punt, daar waar de extra motivering nodig is, namelijk wordt nou het centrum bedreigd, op dat punt
heeft, ja, zeg dan nog maar even kras, het college een tik op de neus gehad. En ook daar, het gaat juist om die evenredigheidseis, het belangrijkste vereiste wat uit de dienstenrichtlijn volgt. Dat is één. De twee, ja, het is gewoon een straatje, daar wil ik wel even hard in zijn. Ik las het raadsvoorstel, dat is gewoon het straatje te schoonwegen. In de eerste stukken die van ons uitkomen, hebben wij gewezen op de verplichting die uit de dienstenrichtlijn volgen. Nu wordt verwezen naar jurisprudentie, ook uit februari van dit jaar, waaruit voor het eerst zou volgen dat het een eis is in de zin van de dienstenrichtlijn. Nee, nee, nee. Het Hof van Justitie was sowieso al voor die primaire besluit beschikbaar. Appingedam-uitspraak was voor de beslissing op het verzaagschrift. Ik heb dat aangehaald toen ik bij u in de raad zat. En nu krijgen we als gemeentebestuur de deksel op de neus februari 2020. Het is gewoon niet onderkennen dat die dienstrichtlijn geldt en dat daar eisen aan worden gesteld en dat je niet op basis van onderbuik een ondernemer weigert op een bepaalde plek te gaan ondernemen. Punt 3, voorzitter, laatste. Daar kan ik alleen maar zeggen dat datgene wat de heer Bak heeft gedaan, dat je ja, het risico loopt dat anderen ook een beroep gaan doen op Europese regels, waardoor ze ook daar zouden kunnen komen. Dus ik zou als gemeentebestuur er nu voor kiezen om een degelijke bestemmingsplan te maken. Ik heb voorbeelden in het verleden aangegeven in de richting van uw raad, hoe je het pad gezegd verder kunt dichtzetten voor detailhandel. Ik zou denken dat je die kans moet grijpen. Goed, dank. Voldoende, heer Gelling? Jazeker, voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Ik heb volgens mij nu nog 3 mensen staan. De heer Oding, de heer Jonkhans. Ja, ik begin bij de heer Oding. Dan de heer Jonkhans. Heer Oding. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag voor meneer Doornhof. En dat gaat over de evenredigheidsprincipe. Zoals die zeg maar een van de zaken is, een van de onderwerpen is die met dit rapport zeg maar verder geduid wordt. En dan staat er verderop in het rapport ook nog vragen rondom de effectiviteit van de branchering algemeen. Is een algemeenheid. Brancheren blijft mogelijk mits noodzakelijk en evenredig. Met die kreet. Wat popt er dan bij u op als u kijkt naar dit dossier? Ja, dan val ik een beetje in herhaling. Ik bedank u voor de vraag, meneer Oding. Maar dat is de vraag, als je op zich het recht hebt als gemeente om na te denken hoe je zo goed mogelijk je centrum beschermt, helpt dan de maatregel hier namelijk weigeren om al die te laten verhuizen naar het Mercator-terrein, helpt dat nou om dat doel te verwezenlijken? Dus in zijn algemeenheid mag je dat als gemeente doen. Alleen als je hier al buiten het centrum zit, als die Lidl verder geen effect gaat hebben op die Aldi komt te zitten, dan moet je als gemeentebestuur je daarmee neerleggen. Dan kun je niet denken van ja, maar wij moeten ons centrum beschermen. Ja, dat mag je doen, dat moet je doen, daar hebben jullie plannen voor. Alleen dat doel wordt niet bereikt juist met dit besluit. Voldoende, heer Oding. Dat is het geval. De heer Jonkhans, de heer Rossen volgens mij nog en de heer Wiet hebben nog een vraag. We beginnen met de heer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Doornhof, ik sloeg toch nog even aan op die part-time politici. Want ja, natuurlijk, wij moeten daarover besluiten en we zijn part-timers. Maar daar is volgens mij helemaal niks mis mee. Er zijn veel meer part-timers en ook part-time politici in Nederland aan het werk. Maar wat ik nog veel ernstiger vind eigenlijk, dat u daarmee aangeeft, want u reageert richting het voorstel, dat het dus ook maar een part-time, dat is uw kwalificatie, een voorstel is van de wethouder. Nou, en dat vind ik toch een belediging, moet ik zeggen. Heer Doornhof? Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, ik voel me zeer lang bij mensen in een volksvertegenwoordiging die daarnaast ook een ander bestaan hebben, zodat ze datgene wat ze in de samenleving meemaken kunnen meetrekken naar een besluitvorming in zo'n orgaan. Dus dat eerst gezegd hebbende. Alleen wat wel eens gedacht wordt, en daarom heb ik dat gezegd, dat je daarom, omdat je, nou ja, zeg maar geen fulltime professional bent, dat was ik dus ook niet, dat je daarmee
niet je rekenschappen blijft geven van de wet, sterker nog, je hebt de e-trop afgelegd. Dus dat bedoel ik daarmee te zeggen. Ja, en als u dan toch zo scherp stelt, ik heb dat nog niet gezegd hoor, maar ik wil natuurlijk best wel zeggen, meneer Bak ga ik dan niet napraten. Ja, die zegt onder tijdsdruk is hier een rapportje gepresenteerd met een brei aan woorden, waarbij nog steeds niet duidelijk wordt wat nou zo gevaarlijk is voor het centrum als die al die verplaatst. Nou ja, dan kun je zeggen, als je daar de hele dag de tijd voor hebt, ja, dan had er wat meer gelegen hier mogen liggen dan wat er nu ligt. Ja, het is ook moeilijk, want ja, als je, ik heb natuurlijk als je naar de uitspraak van de afdeling kijkt, het valt ook, denk ik, maar ik ben mijn jurist, hè, maar het lijkt me ook niet gemotiveerd. Dus ik hoop ook dat u besluiting neemt, want nou ja, dat wordt nog een interessante zitting straks als we weer in Den Haag. U moet echt even, ook als raad, uw verantwoordelijkheid pakken. Ik vond dat idee, ik zeg dat maar even, maar voorzitter, u mag me afsluiten als ik over mijn tijd ben. Maar het idee om zelf als raad, want jullie nemen hier het besluit, hè, het komt met een collegevoorstel, dat net doet alsof het een soort motiveringsgebrekje is dat even hersteld moet worden. Maar jullie als raad liggen straks weer onder het vergrootglas van de Raad van State. Gemeente Hardenberg staat daar weer voor het hek, om het zo te zeggen. Ik zou daar zelf niet in nemen. Heer Doornhoff, ik denk dat u inmiddels voldoende geduid heeft wat de verantwoordelijkheid van deze raad is. Ik denk dat de raad ook zelf voldoende in beeld heeft wat haar verantwoordelijkheid is. En ik denk dat we een beetje uit deze discussie moeten blijven over discussie over part-time raadsleden, part-time stukken die beoordeeld worden. Dat doet geen recht volgens mij aan de inhoud van de discussie. Daarmee gaan we wat mij betreft langs een lijn die ik als voorzitter in ieder geval niet plezierig vind en ook niet langer kan toestaan. Dus ik wil u verzoeken uw woorden daarin zorgvuldiger te wegen. En ik heb goed geluisterd naar wat u gezegd heeft en u heeft dat geprobeerd. Maar het effect is niet wat het zou moeten zijn. Dus nogmaals, voor u wel even nu van mijn kant de laatste waarschuwing om u voorzichtiger te kiezen. Want anders dan ga ik echt uw inspreekbeurt beëindigen en geef ik ook geen ruimte meer voor de vragen. Want ik heb het nu een aantal keren langs horen komen. Ik ben tolerant daarin geweest. Maar de grens is voor mij nu bereikt. Dus u heeft het doel wat dat betreft bereikt. De voorzitter is nu een beetje chagrijnig. En geef u de ruimte daarmee niet meer om dit soort vragen, op dit soort antwoorden te geven. Ik wil overigens ook de raadsleden nu verzoeken om niet meer op dit onderwerp terug te komen. We hebben dat wat mij betreft nu voldoende behandeld. Dus ik wil graag me beperken tot de inhoud van de inspreekbeurt die de heer Doornhoff is gegeven. En daarvoor wil ik nu de heer Rossen het woord geven om inhoudelijke vragen te stellen. Voorzitter, dank u wel. Mijn vragen zijn inmiddels gesteld. Oké, dank u wel. De heer Wiet, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Doornhoff, eigenlijk, ik heb een vraag van het stuk wat wij van u hebben gekregen. Daarin staat dat de Aldi graag bereid is om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. En dan denk ik even terug aan de vorige keer dat u bij de raad was. En daar had ik dus u gevraagd of er een oplossing was als de gemeente u een andere locatie zou aanbieden. En toen zei u nee. Dus het ging echt om het Mercatorplein, had u toen aangegeven. Dus kortom, ja, de gemeente is ook met u op zoek naar een oplossing geweest voor dit probleem. Dan een vraag. Stel dat de Aldi verlies. Stel. Wat verhuist hij dan uit Delingsvaart of blijft hij in Delingsvaart? Dat is mijn vraag. Heer Doornhoff. Ja, voorzitter, als het goed vindt, de laatste vraag zou ik voor de heer Hulligje willen laten. De eerste vraag, daar kan ik wel wat op zeggen. Er is uitvoerig onderzoek gedaan door de heer Bak naar locaties die geschikt zouden zijn voor een andere plek voor Aldi. Dat rapport is ook beschikbaar, dat is ook besproken. En het staat eigenlijk niet in discussie, en het college komt daar ook niet uit, wat een andere plek zou zijn dan de Mercator-locatie. Dus het is niet zo uit onwil dat ik dat toen zei. Volgens mij heb ik het ook op deze manier gezegd. Natuurlijk wil de Aldi altijd om zich heen blijven kijken wat een andere geschikte plek zou zijn.
Alleen niet voor niks is er een uitgebreid locatieonderzoek geweest, waaruit blijkt dat al die andere locaties afvielen. Dus dat is de reden dat het Mercator overblijft. En voorzitter, misschien dat wil ik hier de andere vraag kan beantwoorden. Goed, dank u wel voor de beantwoording, heer Doornhof. Heer Hillary, wellicht het beeld weer aanzetten. Ja, kijk, u bent weer in beeld. Microfoon nog even aanzetten. Ja, die heb ik dan. De vraag beantwoorden. De vraag ging over het wel of niet vertrekken van een Aldi. Ja, we hebben er eigenlijk van begin af aan over gesproken. Hij is te klein. Nou, als men om zich heen kijkt, dan zie je ook dat hij niet toekomstbestendig is binnen in het filiaal zelf. De harde woorden gebruiken dat als er niets zou gebeuren of we zouden verliezen, dat we gaan vertrekken, dat doe ik hier niet. Uit te sluiten is het ook niet. Dus eigenlijk, voor nu is er geen sprake van, is ook op die manier nog niet besproken in onze organisatie, maar uit te sluiten is het niet. Prima, dank u wel voor de beantwoording. Dan wil ik graag verder gaan met de volgende inspreker. Heer Doornhof, dank u wel voor uw bijdrage. Mevrouw Jolande Nanning, namens de DMC wilt u het woord nemen en voor u geldt ook dat er 5 minuten zijn en blijft ze nog even bij ons voor dat er daarna vragen gesteld kunnen worden. Oké, dank u wel voorzitter. Goedenavond raadsleden. Ja, waarschijnlijk is het standpunt van de winkeliers in Dedemsvaart rondom deze kwestie wel bekend. Maar toch hecht ik eraan om namens de winkeliers het vanavond nog een keer kort aan jullie toe te lichten. Nou, de situatie kennen we. We hebben een kernwinkelgebied, Julianenstraat Zuid, Marktstraat en de Markt. Dat is gedefinieerd. Dat is een ontwikkeling die niet uniek is voor Dedemsvaart. Dat zie je natuurlijk in heel veel plaatsen. Concentratie van de winkels om aantrekkingskracht te houden als centrum. En ook vooral reuring te houden in het dorp. Nou, wij zien nu al, en dan hebben we het nog niet over corona-effecten, die de retail en de horeca in Dedemsvaart ook zeker gaan treffen, dat het gebied dat we met elkaar een aantal jaren geleden als kernwinkelgebied gedefinieerd hebben, eigenlijk al te groot is voor het aanbod. Kortom, leegstand. In deze discussie zitten de winkeliers in Dedemsvaart niet te wachten op extra detailhandelsruimte. Dat heeft niets te maken, al is regelmatig dat beeld breed uitgemeten, met het feit dat de winkeliers de Aldi geen mooie plek in Dedemsvaart gunnen. Sterker nog, we begrijpen heel goed dat de Aldi het Mercatorterrein als ideale plek ziet. En daar zullen ze ook maximaal op inzetten en geen alternatieven willen onderzoeken. En er zijn ook winkeliers die het prima vinden dat de Aldi naar het Mercatorterrein gaat. Maar er zijn anderen die het heel jammer zouden vinden dat de aantrekkingskracht van de Aldi uit het centrum verdwijnt. Nee, het gaat niet om de Aldi. Het standpunt heeft te maken met het feit dat het Mercatorterrein op dat moment een detailhandelsfunctie krijgt. Want ook al timmer je op korte termijn en wordt er regelmatig geroepen, ja, we kunnen het allemaal dicht timmeren, dat er alleen de Aldi komt en de rest, daar zetten we andere activiteiten in. De zorg is dat er op langere termijn ook andere retail naartoe trekt, waardoor we het centrum verder leeg trekken. En we weten ook dat er ondernemingen zijn die geïnteresseerd zijn om naast een Aldi op het Mercatorterrein te zitten. Ons standpunt gaat dus niet zozeer om de Aldi, maar het gaat erom dat wij wensen dat het Mercatorterrein niet voor detailhandel een bestemming krijgt. Juridisch, daar hou ik mij even verre van. Daar zijn wij ook niet dagelijks mee bezig. Maar wij vragen ons af waarom meer detailhandelsruimte, terwijl we al meer dan voldoende detailhandelsruimte hebben. Meer detailhandelsruimte zorgt ervoor in onze ogen dat het meer gaat versnipperen in Dedemsvaart in plaats van, wat wij graag willen, concentratie. Dan even als laatste punt nog de vraag van Arsenio Wiet of de Lidl effect zou hebben gehad op het feit dat de speelgoedwinkel, en er werd nog een andere winkel genoemd, maar dat heb ik even niet begrepen, is betrokken. Nou, dat is naar mijn idee niet de reden waarom de speelgoedwinkel in Dedemsvaart ermee op is gehouden. Dank u wel, mevrouw Nanning, voor uw bijdrage. Ik kijk even rond of er nog vragen aan u zijn.
Ik zie drie mensen die een vraag hebben. Ik begin bij de heer Gelling, daarna heer Rodemond en daarna de heer Rossen. Ja, voorzitter, dank u wel. Van Nanning, dank voor uw aanwezigheid en uw inspraakreactie. Ik hoor u zeggen, en hebt u al eerder gezegd ook, dat uw grootste punt is, hè, angst wellicht, dat er dus meer detailhandelbedrijven zich zouden vestigen op het Mercator-terrein. Nu is het zo, we hebben het net ook gehoord, en ik heb het expliciet ook telkens gevraagd aan de eerdere insprekers, dat er nu een procedure ligt die de gemeente tot nu toe moet motiveren, laat ik het zo zeggen, nog lang niet gewonnen heeft. Stel nou voor, meneer Doornhoff was vrij positief over zijn kansen, maar die is niet geheel objectief. Maar stel nou voor dat meneer Doornhoff gelijk krijgt en dat er al die wint, dat zou juist kunnen betekenen dat er heel veel detailhandel bij zou komen. En het aanbod wat Aldi gedaan heeft in een brief van de advocaat aan het gemeentebestuur is dus inderdaad wel geweest om met de eigenaar af te spreken dat er geen detailhandel meer bij zou komen, anders dan de Aldi. Wat is uw inschatting? Zou u het zelf aandurven? Dat is eigenlijk de vraag. Als u in de schoenen stond van degene die moet procederen, zou u het risico aanvaarden, hetgeen u gehoord heeft vandaag, dat er verloren wordt en er dus veel meer detailhandel zou kunnen plaatsvinden naast de Aldi? Of zou u ervoor kiezen zeggen, nou dan de Aldi, maar het dan inderdaad wel juridisch onder de garantie aftimmen dat er verder niemand meer bij komt? Waarom dan niet? Ja, het lastige vind ik dat ik echt juridisch niet goed genoeg onderlegd ben om te beoordelen of het allemaal klopt wat ik van alle kanten hoor. Ik denk dat uiteindelijk als een Aldi zich daar mag vestigen en bijvoorbeeld een partij als de Action, wat we ook weten in andere plaatsen, dat die ook heel graag op dat soort locaties zitten. Als die dat vervolgens gaan aanvechten, dan vraag ik mij af of zij daar niet zouden kunnen komen. Dus kortom, ik denk dat die risico's vergelijkbaar met elkaar zijn. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga naar de heer Rodemond. Heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Nanning, dank u wel voor uw betoog. Helder betoog ook. U stelt volgens mij dat de Aldi een positief effect heeft op Dedemsvaart en dat u blij bent met deze winkel in de kern. Wat is uw inschatting, want we hebben dat al een paar keer horen voorbij komen. Wat is uw inschatting van het risico als de Aldi zou vertrekken uit Dedemsvaart? Kunt u daar wat over zeggen? Wanneer? Ja, ik denk als de Aldi zou vertrekken en er is wel voldoende markt voor 4 supermarkten, dat er wellicht een andere keten besluit om naar Dedemsvaart te komen. Ik zou de markt zijn werk laten doen. Prima, voldoende beantwoord zie ik. Dan de heer Rossen. Dank u wel, voorzitter. Ik zoek mevrouw Nanning weer eventjes op. Dank u wel voor uw inspraakreactie. Stel ik zeer op prijs. Mevrouw Nanning, de Aldi betoogt dat de locatie niet zo dicht bij het centrum zit, dus dat die niet zo'n grote versterking hoeft mee te brengen. U betoogt heel duidelijk dat dat wel het geval is. Heb ik dat goed begrepen? Mevrouw Nanning? Moet ik al antwoorden of komt er nog meer? Alsjeblieft. Eerst maar even beantwoorden. Ja, oké. Nou, ze zitten natuurlijk nu eigenlijk in het aanloopgebied, zoals we dat noemen. En het Mercatorterrein zit natuurlijk wel echt verder uit het centrum. Ja, klopt. Dus als de Aldi zou zeggen, wij willen verplaatsen, dan hoor ik u feitelijk ook zeggen dat het voor de detailhandel in Dedemsvaart gewoon heel belangrijk is dat ze binnen die rijkwijde, binnen die range blijven. Nou, voor ons zou het belangrijk zijn. Kijk, waar we heel erg naar kijken is, we hebben zoveel detailhandelsruimte in Dedemsvaart. En natuurlijk is er geen klip en klaar kant en klaar pand waar de Aldi à la minuut in kan trekken. Maar er zijn echt wel andere mogelijkheden als je daar creatief naar kijkt. Dat woord heb ik vanavond ook al eerder gehoord. Wij vinden gewoon onnodig om meer detailhandelruimte in Dedemsvaart te scheppen om een goede Aldi of een goede retail mogelijk te maken.
Helder. Ja, dat woord creativiteit spreekt mij ook altijd zeer aan. Mevrouw Nanning, dank u wel. Ja, dank u wel. Ik kijk nog even rond. Zijn er nog vragen? Is niet het geval. Mevrouw Nanning, dan wil ik u danken ook voor uw bijdrage. En dan wil ik al de insprekers, inclusief de heer Hurgies, verzoeken om nu de vergadering te verlaten. Van Nanning ook. Klopt dat ik het goed gezien heb dat iedereen de vergadering verlaten heeft? Prima, goed. Dat was best wel een uitvoerig rondje inspreken. Dank jullie voor alle vragen die gesteld zijn. Maar ook voor het geduld. Het is wel even wennen om vanuit deze kant dat op een goede manier te begeleiden. Ik wil nu graag verder gaan met het meningsvormend deel van de agenda. Dan ben ik aangekomen bij agenda punt 4. Dat is de nadere onderbouwing. Besluit tot afwijzing, aanvraag, vaststelling, bestemmingsplan met betrekking tot vestiging van supermarkt op Mercator-terrein in Dedensvaart. En ik wil eigenlijk even het voorstel doen om elke partij het woord te geven. En dat zal ik in willekeurige volgorde aansturen. Ik wil graag eerst het woord geven aan Opkoers. De woordvoerder van Opkoers. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Gelder, aan u het woord. Dank u. Als ik het goed begrijp, moeten we nu een... Als gemeente willen we dit besluit zo behouden, een nader onderbouwing geven. De wethouder zou dit moeten kunnen maken. En ik denk ook dat dat in zijn macht ligt. We hebben verschillende insprekers nu gehoord. En wat me dan even het gevoel bekruipt is... Hoeveel risico loopt de gemeente wanneer die onderbouwing niet aangenomen wordt door de Raad van State? En dat is eigenlijk mijn vraag ook aan de wethouder. Want ja, dat speelt ons wel eventjes. Maar we zien ook dat het een aanvulling is op een lopend juridisch proces. En dat... Ja, je kunt dat niet onderbreken. Dus, maar ik wil wel graag even de risico's in zicht. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kelder. Dan ga ik naar de Partij van de Arbeid. Wie mag ik voor de Partij van de Arbeid het woord geven? U mag mij het woord geven, voorzitter. Meneer Liet, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk wat mevrouw Kelder zegt, dat kan ik... sta ik ook helemaal achter. Echter, even kijken, ook wij hebben kennis genomen van de tussenuitspraak van de Raad van State. In het rapport nadere motivering, weigeringsbesluit van de ALDI. En de Partij van de Arbeid, die kan eigenlijk instemmen met dit voorstel. Goed, al een hele vroege stemverklaring van de Partij van de Arbeid. Dan ga ik naar de ChristenUnie. Wie mag van de ChristenUnie het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Hans Honink hier. Ik heb een vraag voor de van u het woord. Ja, dank u wel. Ik ben even benieuwd of de wethouder kan reageren op zeg maar even de mogelijke uitkomsten van zeg maar deze verdere procedure. Dus ik zou graag van de wethouder terugkrijgen een scenario, in geval de gemeente, dit gaat winnen. Ofwel dat, zeg maar, de ALDI dat gaat winnen. Wat zijn dan even de mogelijke scenario's hierna? Als we kijken naar de inhoudelijkheid van het rapport, ben ik ook even benieuwd of de wethouder een toelichting kan geven over zijn gevoel rondom, zeg maar drie... onderwerpen rondom de dienstenrichtlijn. Meneer Oding, ja. Wilt u opnieuw beginnen? Want we zijn allemaal even uit beeld geweest. De verbinding is verbroken geweest en we zitten er nu wel weer in vanuit het gemeentehuis. Maar ik weet niet of de vragen in ieder geval die u gesteld heeft gehoord zijn hier in huis. Ja. Dus aan u het verzoek om uw vragen opnieuw te stellen. Ik zal even terugspoelen.
Ik was begonnen met de vraagstelling van of de wethouder ons mee kan nemen in zeg maar even een tweetal scenario's. Hè? In geval de gemeente zeg maar consequent en zeg maar juridisch en ook juist goede ruimtelijke ordening heeft gevoerd en dat ook bevestigd krijgt bij de Raad van State. Of in geval dat zeg maar niet gebeurt, wat dan even de scenario's zijn. Dus stel dat al die gelijk krijgt. En even inzoomend op het rapport, zou ik ook graag van de wethouder terugkrijgen. Kijkend naar de drie onderwerpen met betrekking tot de dienstenrichtlijn. Op basis van non-discriminatie, noodzakelijkheid en die evenredigheid. Als de wethouder daar nog wat kan toevoegen, wat in zijn beeldvorming de juiste argumenten zijn geweest met betrekking tot dit rapport. Dank u wel, heer Oring. Dan ga ik naar het CDA. Wie mag van het CDA het woord geven? U mag mij het woord geven, voorzitter. Heer Patrick Rossen, aan u het woord. dank u wel. Overigens hoorde ik mevrouw Nanning net iets heel moois zeggen. Als al die weggaat en dat dreigement wordt wel een paar keer geuit, laat de markt zijn werk maar doen. Maar goed, ik ben geen wethouder, dus de wethouder mag zelf antwoorden. Wat mij tijdens de voorbereiding sterk opvalt, en dat zie je in de beantwoording ook van partijen die ingesproken hebben, is dat het een complex proces is geweest. En wat ik van de wethouder graag zou willen weten, is of dit proces zich na de uitspraak niet leent voor een goede evaluatie. Daarnaast merk je dat verhoudingen wat verstoord zijn. Er zit veel onderbuik in, hebben we gehoord. Dat is ook wel voelbaar. Dus ik wil eigenlijk van de wethouder weten dat als de uitspraak van de rechter geweest is, op welke wijze hij dan met al die in gesprek gaat. En we hebben gezien dat er betrokken partijen zijn die heel goed ondernemers en inwoners over de toekomst van Dedemsvaart mee kunnen denken hoe we dan verder gaan. Dat zijn eigenlijk mijn twee belangrijkste vragen op dit moment. Ja, dank u wel, heer Rossen. Dan ga ik naar de heer Boshoven. Heer Boshoven, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank. Ik moest even op zoek naar de microfoon. Maar ik dacht even dat de verbinding weer slecht was. Nee. Was even niet zo handig met de techniek, voorzitter. Over dit onderwerp, de tussenuitspraak van de Raad van State is voor ons duidelijk. Waarin staat dat zaken door het college beter gemotiveerd moeten worden. En voor ons is het zeer de vraag of het rapport van Seinpost daarvoor voldoende is. We hebben daar ook de insprekers over gehoord. Daar zetten wij toch wel vraagtekens bij. En laten we daar bijvoorbeeld de combinatiebezoeken eens uitleggen waar men voor vreest. De combinatiebezoeken van de Lidl en de Aldi, als de Aldi op Mercator gevestigd zou worden. Want hoe kunt u dit steekhoudend onderbouwen? Dat missen wij echt in het Seinpost rapport. De afstand tussen Aldi op Mercator en de Lidl lijkt ons echt flink. Dus wij zien dat niet zo. En ook te meer omdat het zelfs zo schijnt te zijn dat de afstand tussen Aldi op Mercator en de Lidl groter zou zijn dan dat het nu is. Voorzitter, het is allemaal een onzeker proces bij de Raad van State. We weten niet wat er uitkomt. Een aantal partijen vraagt naar een inschatting. Ik denk dat dat ontzettend moeilijk is. Om daar een inschatting van te maken. En het liefste zouden wij als GroenLinks natuurlijk zien dat er een onderlinge oplossing zou komen. En dan refereer ik ook even naar de brief van advocaat Doornhof die wij op 10 april hebben ontvangen. Waarin toch een aantal handreikingen ook worden gedaan die wij wel waarderen. En we zijn wel benieuwd hoe de wethouder dit weegt. Het lijkt mij belangrijk dat hier zo snel mogelijk een oplossing voor gevonden wordt. Wat het beste is voor Dedemsvaart. En laten we daar inderdaad ook de vraag bij stellen. Is het in het belang als wij voet bij stuk houden en al die vertrekt inderdaad uit Dedemsvaart?
Voorzitter, de vraag, er zijn ook schriftelijke vragen gesteld door de oppositie. Ik vermoed dat andere oppositiepartijen daar ook nog wel wat over gaan zeggen, maar laat ik even een belangrijke vraag stellen, want daarin wordt genoemd dat het totaalbedrag, de totale kosten die zijn gemaakt in dit dossier €2700 bedragen. Dat kan toch niet waar zijn? Dus graag daar een verduidelijking over. En wellicht kan de wethouder ook wat zeggen over de haalbaarheid van het dichttimmeren van de bestemmingen, zoals advocaat Doornhof een aantal keer pleit, om te voorkomen dat er nog meer detailhandel naar elkaar toe zou trekken als dat toegestaan wordt voor de Aldi. Voorzitter, tot dusver. Dank u wel, heer Boshoven. Dan ga ik naar de heer Gelling van de VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de tussenuitspraak van de Raad van State, waar telkens naar verwezen wordt, is bij onze fractie toch wel behoorlijk binnengekomen. We hebben daar toen ook al gelijk schriftelijke vragen over gesteld aan het college of het op dat moment al niet verstandig was om met de Aldi in gesprek te gaan. En de aanbieding die de Aldi heeft gedaan, waar meneer Boshoven net naar verwijst, die onderschrijven wij nog steeds. Voorzitter, wij, de VVD-fractie heeft de portefeuillehouder tot nu toe altijd wel gevolgd in de besluitvorming. Wij zijn wat kritisch geweest, maar wij hebben vertrouwen op de verstrekte informatie in gepresenteerde onderzoeken en ook op de operatieve uitvoering van beleid en gemaakte afspraken. Wat ik wel aardig vind is net van het CDA te horen dat ze zo onderschrijven de woorden van de insprekers die inhouden dat de markt hier zijn werk moet doen. Maar wat schetst onze verbazing, voorzitter, dat dat omgekeerd volstrekt niet geldt in het zaken de Europese regelgeving, zoals de advocaat al zei, de vrijheid van detailhandelbedrijven om zich te vestigen. En veel vragen die de VVD wil stellen, hebben we eigenlijk al gesteld aan advocaat, want ook de VVD-fractie vindt nu dat de uitspraak van de Raad van State wel wat gebagatelliseerd wordt. Het hele raadsvoorstel, dat houdt wat ons betreft de teneur in van ach, weet je, we moeten nog even een paar dingetjes nader motiveren. Er is wat onduidelijk, maar dan zijn we er ook. In mijn beleving, het goed gelezen hebbende, is het niet zo dat de Raad van State in haar overweging zegt dat de zaken onduidelijk zijn. Nee, de Raad van State heeft gezegd, en de advocaat zei het net ook al, dat de standpunten om de Aldi niet te faciliteren op het Mercatorterrein en niet aannemelijk zijn. En dat is toch echt iets heel anders. En dat hele verhaal spitst zich wat mij betreft toe op de vraag of de Aldi nou wel of niet in het centrum zit. En ook daar is volgens mij de Raad van State heel duidelijk. Die zegt, ja, dat is niet zo, we zitten niet in het centrum. Dus de referentiegemeentes waar u naar verwijst, ja, dat is niet van toepassing hier. En het hele rapport van Seinpost, waar we nu weer mee naar de Raad van State gaan, houdt eigenlijk in, en er staat in de overweging, en ik lees het voor, Seinpost constateert dus in afwijking van de afdeling van de Raad van State, die heel duidelijk is dat het geen vergelijkbare situaties zijn, zegt u nu weer, de situatie in Dedensvaart is dus één op één vergelijkbaar met de referentie, pagina 11 van het onderzoek. Ja, voorzitter, en dan lijkt dit alles, en dat is eigenlijk het primaire punt en de vraag die we hebben, het lijkt allemaal wel heel erg op een soort van doelredenering. Het gaat erom dat de Aldi gewoon niet naar het Mercatorterrein mag. En zo ondertussen bekruipt ons dus het gevoel, en echt ingegeven door de uitspraak van de Raad van State van 26 februari, dat hier vanaf het begin, en ik zit hier nu 6 jaar in de Raad, bijna 7, al zo lang wordt gezegd van bezuisteren, en die woorden zijn ook gebruikt, no way dat de Aldi hier naartoe gaat. En dan kom ik toch terug op de woorden van de advocaat. En laat ik onderschrijven, ik voel mijzelf een deeltijd politicus. Ik doe mijn stinkende best om het allemaal bij te houden, maar het is wat het is. Dan krijgen wij informatie van de wethouder, die een voltijds politicus is en een heel ambtenarenapparaat achter zich heeft staan in een groot budget, inderdaad wat groter dan die €2700 die hij nu heeft verantwoord, om daar allerlei zaken duidelijk te maken. En in mijn beleving is het ondertussen zo dat het gewoon niet aannemelijk is. En dan komt de vraag, hè, en dat is wat we al vaker hebben gezegd in onze schriftelijke vraag ook, zou het dan nu niet verstandig zijn om, het spreekwoord zegt het, beter te halve gekeerd dan ten hele gedwaald, om nu weer te zeggen van joh, laten we het niet doen, maak een deal met de Aldi en die houdt inderdaad wel in dat je naar het Mercator gaat.
En daarbij gelijk, en volgens mij moet dat wel kunnen, het bezwaar van de DFC wegnemen. De ander heeft het aangeboden, meneer Doornbos is niet de eerste beste. Als dat af te dichten is, hè, dat de Aldi daar naartoe gaat, zonder dat er andere detailhandelbedrijven komen, dan zou u de wethouder nogmaals willen vragen, zou u dat niet doen? Ja, want de oren zijn gewassen in februari door de Raad van State. En ik denk dat het risico tamelijk groot is dat u dat nog een keer gewassen gaat krijgen. En voorzitter, ik wil het toch even aanhaken. Ik had het in tweede termijn willen doen, maar GroenLinks was mij voor. En dat gaat over de schriftelijke vraag die wij gesteld hebben en het antwoord wat we daarop kregen. Voorzitter, de verwijzing naar de afspraken die de wethouder toen de tijd gemaakt zou hebben met de supermarkten, daar hadden we toch al niet zoveel fiducie in dat we die gingen krijgen. Maar de vraag ter zake de kosten, die vinden wij toch wel bijzonder aanmatigend beantwoord. Voorzitter, het is in ons politieke stelsel namelijk zo dat de raad er is om toezicht te houden op het college. En als dan 4 raadsfracties vragen om verantwoording van de besteden gelden in dit dossier, dan behoort de portefeuillehouder daar gewoon antwoord op te geven. En geen bij de hand te antwoorden, want het is volstrekt helder voor een ieder die de vraag zou lezen, hoeveel kosten heeft u gemaakt in dit Aldi-dossier, dat wij daarmee bedoelen, alle kosten die gemaakt zijn. En de wethouder heeft daar dan gewoon antwoord op gegeven. Voorzitter, nogmaals, ik ben een part-time politicus en wij doen allemaal ons stinkende best. Pardon, mijn telefoon gaat. Wij doen allemaal ons stinkende best om hier invulling te geven aan ons raadswerk. En als we daar zo'n antwoord op krijgen, voel ik mij in ieder geval door de wethouder volstrekt niet serieus genomen. En ik zou het op prijs stellen als er vragen gesteld worden ter uitvoering van onze controlerende taak, dat daar ook voldoende antwoord op gegeven wordt. Dank u wel. Dank u wel, heer Gelling. Dan ga ik naar de fractie van 50+. Wie mag ik het woord geven? U mag mij het woord geven, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, heer Schuurman. En u het woord. Voorzitter, wat ons opvalt in het rapport van Seinpos is dat er gesproken wordt over een nieuwe locatie van Aldi. Nou, het is geen nieuwe vestiging. Het is een vestiging die verplaatst gaat worden. Dat klinkt ons toch wel anders als een nieuwe vestiging. Wij vragen ons ook af wanneer de Aldi vertrekt. Dat geeft ook een stuk werkgelegenheid nu. En stel dat ze weggaan, wat dan? En dan kan er wel heel handig gezegd worden door de DMC van ja, er komt wel iemand anders. Dat is natuurlijk nog maar te bezien. Wij zouden nog graag willen zien dat 50+, wethouder, college, ga samen nog eens een keer aan tafel met Aldi. Kijk wat de mogelijkheden zijn. Kom er samen uit. Het zal een heleboel kosten besparen. Meer als de 2700 euro die inderdaad genoemd is, zoals de heer Gelling al aangaf. Tot zover in eerste termijn. Dank u wel. Heer Schuurman, dan ga ik als laatste, als ik het goed heb, naar D66, de heer Jacco Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ja, er is al heel veel gezegd. Ik wil bijdragen in ieder geval wat ik net al zei in de bevraging van de insprekers, dat mijn startpunt is, en ik neem aan dat dat voor ons allemaal geldt, de vraag wat is goed voor Nedumsvaart en niet wat is goed voor bijvoorbeeld de Aldi. Dat wilde ik graag wel even benadrukken. Maar als ik dan de zaken goed bekijk, dan valt mij toch op dat de onderbouwing aan onze kant, vanuit het rapport van Seinpost en ook vanuit eerdere stukken, mager lijkt te zijn. En als we het dan hebben over een term als onderbuikgevoel, dan wordt die in ieder geval niet gestut binnen het bestuur hier, door controleerbare gegevens waarop we een goed besluit zouden kunnen nemen. En ik citeer de heer Doornhof wat dat betreft als het gaat over het woord goed besluit, want dat willen we ook natuurlijk allemaal. En als we dan aan de andere kant kijken naar het verhaal van de Aldi en consorten, ook de projectontwikkelaar die betrokken is en andere betrokken partijen, lijkt dat in onze ogen in ieder geval meer een plausibel en controleerbaar verhaal. En dan hebben ze het over het effect van het blijven op de huidige locatie, het effect van het verhuizen eventueel naar een Mercatorterrein, maar ze hebben het ook over het effect van het verdwijnen van een Aldi uit Nedumsvaart. En eigenlijk alle partijen die we ook vandaag hebben gehoord, hebben gezegd dat de Aldi op zich een gewaardeerde partij is in deze kern. Alleen kunnen we dat dus niet hard maken, lijkt het wel. Tenminste, ik kan dat niet op basis van de stukken die nu voorliggen. Omdat het verhaal van de Aldi en verwante partijen
hun eigen belang dient. Net als misschien wel het verhaal aan onze kant ons belang zou dienen. Hè? Ik probeer me voorzichtig uit te drukken. En daarmee was de oproep eigenlijk van de advocaat, de heer Doornhof, zojuist op antwoord van mijn vragen. Kunnen we kijken naar een derde, meer onafhankelijke partij die een aantal effecten voor ons in beeld brengt voordat we een gedegen besluit kunnen nemen. Het besluit wat vandaag gevraagd wordt, daarvan zeg ik, lijkt me nu niet aan de orde. Maar misschien kunnen we aan de wethouder vragen om na te denken over een werkelijk onafhankelijk onderzoek naar de effecten van een aantal bewegingen, te weten het blijven van de Aldi op de huidige locatie, het verhuizen naar het Mercatorterrein of het verhuizen uit Dedemsvaart. En dat in achtneming van het grotere geheel van het plan voor het Mercatorterrein, waarbij niet detailhandel zou moeten plaatsvinden, maar juist andere functies aan dat terrein zouden worden meegegeven met financiering onder andere van deze partij. En tot slot wil ik aan de wethouder vragen, herkent u de brief die aan ons gestuurd is op 10 april? Dat is een notitie van een gesprek op 2 april, een telefoongesprek tussen de Aldi en de wethouder, waarin de Aldi op 3 punten heeft aangegeven mee te willen bewegen. Te weten, architectuur staat in de brief een plek om trots op te zijn voor Dedemsvaart. Het huidige pand zouden ze willen van de hand willen doen voor een redelijk bedrag, waarbij geen detailhandel meer in dat pand zou plaatsvinden. En er zou geen detailhandel verder plaatsvinden op het Mercatorterrein anders dan de Aldi. Dat zijn argumenten van de Aldi zelf die weergegeven zijn in een brief. Herkent de wethouder deze beweging en is de wethouder bereid om hierin ook mee te bewegen? Tot zover. Dank u wel, heer Rodemond. Volgens mij zijn we nu alle partijen weer langs geweest en wil ik graag het woord geven aan de portefeuillehouder Martijn Breukeman. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank voor de inbreng van de raad in eerste termijn. Ja, zoals eerder vanavond al naar voren is gebracht, betreft het inmiddels wel een langlopend dossier. De vestigingswens van de supermarkt in relatie tot het vestigingsklimaat van de gemeente Hardenberg. En strikt genomen focussen we ons daarbij vandaag op het onderdeel voor die nadere motivering. Een opdracht die de Raad van State bij de tussenuitspraak van 26 februari dit jaar aan ons raad heeft gegeven. En voorzitter, volgens mij moet die discussie vandaag dan ook in hoofdzaak daarover gaan. De toon gaat niet over een tweestrijd of het winnen. En voor u zit ook geen wethouder die het liefst het kop in het zand steekt en bij het oude wil blijven. Maar wel een die uitvoering wil geven aan uw beleid. En die ook overtuigd is van dat beleid en daar ook naar wil handelen. Het gaat over een inhoudelijk verschil van inzicht tussen de supermarkt en de gemeente. En een hoop punten die door de insprekers zijn genoemd, zijn naar mijn mening daaraan ondergeschikt. Ondergeschikt aan dat bredere verhaal, aan het bredere pakket aan maatregelen dat uw raad heeft genomen om te komen tot compacte en vitale centra. Dat is waar de discussie nu over gaat. En niet over een strijd met Aldi, in hoeverre die er ook wel of niet zal zijn. En dat de heer Doornhof er nu wederom voor kiest om het college in een bepaalde hoek neer te zetten en de onderbouwing een stukje of een rapportje of borrelpraat te noemen, dat laat ik nog maar even voor zijn rekening. Evenals de opmerking over de part-time politici. Ik hoop dat men nog zit te kijken en ik hoop dat we ook met respect voor elkaar deze discussie kunnen blijven voeren. Eigenlijk zoals ik de heer Doornhof ook ken. Afijn, we hebben het vandaag over de afwijzing van het verzoek van Aldi om zich te vestigen op Mercator. In de kern niet of de huidige situatie wenselijk is, ja of nee. Alhoewel wel in het centrum gelegen. Op 9 januari 2018 heeft uw raad besloten om
de aanvraag van die de vestiging van supermarkt op Mercator-terrein mogelijk moest maken om die af te wijzen. En tegen dat besluit is een bezwaar ingediend en op 17 juli 2018 heeft u die ongegrond verklaard. En u weet dat tegen dat besluit beroep is ingesteld. U heeft in de tussenuitspraak kunnen lezen dat de afdeling van oordeel is dat de raad zich voldoende of de raad zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat op grond van de detailstructuurvisie geen medewerking kan worden verleend. En nou ja, de afdeling schrijft daarom ook dat het betoog van reclamant daarom valt. En ook ziet de afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat handelen overeenkomstig die beleidsregel dat gevolgen heeft voor al die onevenredig zijn in verhouding met de door de beleidsregel te dienen doelen. Ook op dat punt valt het betoog al dus de afdeling. En ten tijde van het beroep is ook aangevoerd dat de beperking, of nou, juridisch genoemd eis voor reguliere detailhandel, om zich te vestigen op het Mercator-terrein in strijd zou zijn met de Europese dienstenrichtlijn. En u heeft daar ook in het raadsvoorstel en het bijgaande rapport het nodige over kunnen lezen. Ook over de ontwikkelingen op deze Europese wetgeving. Ja, de eisen van die dienstenrichtlijn hebben betrekking op non-discriminatie, op noodzakelijkheid en over evenredigheid. En de afdeling van de Raad van State oordeelt in haar tussenuitspraak dat aan de eis van noodzakelijkheid wordt voldaan, evenals non-discriminatie. Ze stelt erbij dat voor de bescherming van het stedelijk milieu het noodzakelijk is dat de Raad streeft naar behoud en versterking van het centrum en de winkelgebieden. En er wordt ook geconcludeerd dat de Raad hierin coherent en systematisch handelt. En belangrijk is daarin dat u altijd een hele duidelijke richting aan het beleid heeft gegeven. Onder andere in de detailhandelstructuurvisie. En het feit dat er een Europese dienstenrichtlijn bestaat, wil ook niet zeggen dat u niet meer mag sturen. Dat blijkt naar mijn inzien ook door de kwalitatief goede blog getiteld Brancheren blijft mogelijk, mits noodzakelijk en evenredig, geschreven door de advocaten Doornhof, Van Moorsel en Pinkster, welke u kunt vinden op AKD Insights. Ook de heer Odink refereerde daar al even aan. Ja, wel heeft de afdeling aangegeven dat op één onderdeel zijn het evenredigheidsvereisten een nadere motivering gegeven worden. Dit omdat op basis van de detailhandelstructuurvisie bijvoorbeeld de afdeling nog niet goed kon beoordelen of ook aan deze voorwaarden is voldaan. Gaat de maatregel niet verder dan nodig is om het doel te bereiken, zou je ook kunnen zeggen. En die opdracht hebben we uiterst serieus genomen en we hebben zorgvuldig gezocht om ook nog een onafhankelijke partij naast zijn post in te schakelen, zijn de BRO. In die zin is het rapport wat u in de bijlage heeft ook een co-productie daarvan. En het college is van mening dat uit het rapport van zijn post en BRO voldoende is gebleken dat de maatregel noodzakelijk is om in Demonsvaart een compact en vitaal winkelgebied te houden. De effectiviteit blijkt bijvoorbeeld uit de verschillende koopstroomonderzoeken. En die zijn ook voor u allen beschikbaar. U heeft ongetwijfeld ook gelezen dat de toegenomen koopkrachtbinding in Demonsvaart als gevolg is, een resultaat is van de versterking en concentratie in het centrum. Met name de bestedingen bij niet-dagelijks winkels profiteren van deze stroom. En daarmee delen wij niet alleen de mening van de Demonsvaartse middenstand ondernemers, maar hebben wij in onze optiek ook zorgvuldig en analytisch hiervoor een onderbouwing gegeven. En laten we wel wezen, er is ook gesuggereerd dat bijvoorbeeld voor Aldi een uitzondering kan worden gemaakt. Met name de insprekers hadden het erover. Maar u zult er zich bewust van moeten zijn dat wanneer u voor Aldi een uitzondering maakt, er geen sprake meer is van coherent en systematisch handelen. Dat doet u dan niet meer. En dan zullen uw eventuele toekomstige afwijzingen sowieso sneuvelen in het kader van de dienstenrichtlijn. U voldoet immers niet meer aan die vereisten. En dat staat er even los, wat mij betreft, van
nou ja, de morele opvatting die je daarover zou kunnen hebben, om voor de een uitzondering te maken en voor anderen niet. In mijn ogen is dat niet enkel een juridische beperking, maar zou u als volksvertegenwoordiger daar ook nog iets van een morele opvatting over kunnen hebben, zeg ik maar, heel voorzichtig. Strikt formeel is het beroep ingesteld tegen het besluit van uw gemeenteraad en heeft de afdeling dan ook uw raad opgedragen om met deze nadere motivering te komen. En uw raad heeft in dit huis een richtinggevende en kaderstellende functie. En gezien de masterplannen voor de verschillende centra, maar ook de actieplannen die we met elkaar hebben vastgesteld, de detailhonderd structuurvisies die we meerdere keren door de raad hebben gehad, zowel in ontwerp als definitieve fase, maar ook met name uw afwijzing aangaande het verzoek van Aldi en het daarop gevolgde besluit op bezwaar. Ja, als ik al die dingen bij elkaar optel, dan komen wij in het college ook tot de conclusie dat dit een hele logische vervolgstap is. En het is... Heer Breukeman, ik heb een vraag tussendoor ter verduidelijking van de heer Rodemond. Het leek me even een goed moment om nu bij u in te breken. Heer Rodemond, kunt u een vraag ter verduidelijking stellen? Niet een nieuwe vraag opbrengen. Ja, ik reageer op de oproep om vast te blijven houden wat betreft coherent handelen aan het compacte centrum in Dedemsvaart. En mijn vraag is eigenlijk, hebben wij voldoende zicht, ik namelijk niet uit de stukken, maar is er voldoende zicht te geven op het effect en de rol van de Aldi in dat compacte centrum? Dat beleid, in hoeverre is dat dus te koppelen aan de Aldi en het verzoek om te verhuizen uit dat compacte centrum? Ja, voorzitter, ik snap de vraag van de heer Rodemond. En dat zijn ook, naar mijn zin, in mijn idee, de ondergeschikte belangen die voortdurend door de insprekers naar voren worden gebracht. Maar het is volgens mij niet zozeer de vraag, of het is niet zozeer de kwestie dat we het nu hebben over de verplaatsing van Aldi. Nee, we kijken naar de effecten van wat betekent het wanneer je op Mercator vormen van detailhandel gaat toestaan. Het feit dat Aldi niet happy is op de huidige locatie is heel vervelend, alleen dat is niet de kern waar het nu om gaat. De vraag is, wilt u toestaan dat er detailhandelsactiviteiten plaatsvinden op Mercator? Nou, u heeft daar als raad altijd een heel heldere opvatting over gehad, en dat is ook de lijn, het zou ook heel vreemd zijn als het college daar een andere lijn in volgt, dat is de lijn die wij als uitvoerend college, zeg ik dan maar nederig, ook altijd gevolgd hebben. En waar ik overigens ook inhoudelijk volledig achter sta. Omdat zowel uit de onderbouwing die reeds gegeven was, maar ook het rapport wat nu voor ligt van Seinpost en BRO, volgens mij helder wordt dat wanneer je vormen van detailhandel gaat toestaan op het Mercatorterrein, dat negatieve effecten zou hebben op het kernwinkelgebied. We hebben daar ook zojuist de DMC over gehoord. Dus in die zin is het volgens mij volstrekt logisch om deze vervolgstap nu te zetten. Nu kwam ook al de vraag van, ja, maar hoe nu verder? Hè? Volgens mij vroeg ook de heer Oding van de ChristenUnie dat, en de heer Rossen. Nou ja, daar het volgende over. Kijk, het college stelt zich op het standpunt, de heer Rodemond vroeg ook nog naar het gesprek wat er geweest is, en dat is daarbij ook van belang wat mij betreft. Het college stelt zich op het standpunt dat het belangrijk is voor beide partijen dat de Raad van State uitsluitsel geeft over in die zin het langslepende verschil van inzicht. Want uit eerdere gesprekken blijkt ook dat deze helderheid gewoon nodig is om eventuele vervolgstappen te kunnen maken. En uiteraard wil ik, daar vroeg u ook naar, uiteraard willen wij graag in gesprek over die uitkomst. En die hand steek ik bij deze ook uit. Maar het is niet zo dat we daar op voorhand al uitkomen. Daar hebben we over gesproken. We hebben volgens mij allebei, we zijn ook tot de conclusie gekomen dat we die uitspraak nodig hebben. En nou ja, de fractie van Op Koers vroeg nog, kunt u dan iets zeggen over de risico's en zo? Tuurlijk kunnen we daar geen garanties over geven. Maar het is wel zo dat als je ook in de jurisprudentie kijkt, voorbeelden die genoemd zijn, Schijndel, Maastricht, Apeldoorn. Ook daar heeft de Raad van State gezegd, u moet die vereisten uit de dienstenrichtlijn beter onderbouwen. En daar zijn de einduitspraken in die zin ook in het voordeel van de gemeente geweest.
Ja, voorzitter, ik denk dat ik in dat betoog al een hele hoop vragen heb beantwoord. Ik kijk even of ik nog dingen heb laten liggen. Ja, de handreiking die genoemd is in de brief van 10 april. Ja, laat ik daar volstrekt helder over zijn. Er wordt de suggestie gedaan dat u een uitzondering zou kunnen maken voor één partij, hè, voor één ondernemer, voor één supermarkt, en dat het daar dan bij blijft. Daarvan zeg ik op mijn beurt dat ik daar ten eerste een morele opvatting over heb, maar ten tweede lijkt het mij ook in strijd met het coherente systematisch handelen. Dus daarmee voldoe je dan niet meer aan die Europese dienstenrichtlijn en gaat u volgens mij juridisch de bietenbrug op, omdat er dan veel meer mogelijk gaat worden. En nou ja, dat is volgens mij iets wat we met elkaar niet zouden willen. En we kijken dus sec naar het effect de vestiging van detailhandel op Mercator aan effect zal hebben op het centrum. En niet zozeer naar de verplaatsing van Aldi. Die argumenten zijn juridisch wat dat betreft echt ongeschikt. Ik kijk even naar mijn lijstje, voorzitter. Het is goed om te doen misschien om uw lijstje toch af te maken, om misschien als er nog vragen openstaan per partij daar antwoord op te geven. Ik zie wel dat de heer Rodemond een vraag heeft te verduidelijken, maar ik wil eigenlijk eerst even de ruimte geven om uw verhaal af te maken, want dan kunnen we daarna de discussie starten. Precies. Ik heb volgens mij nog 3 vragen niet gehad, dus die lopen dan nog even bij langs. De vraag, ja, wat zijn nou scenario's, hè? Wat kan er gebeuren? Nou, er zijn 2 uitkomsten mogelijk. Hè. Het besluit blijft in die zin in stand of wordt vernietigd. En als uw besluit op bezwaar, want daar hebben we het dan over, vernietigd wordt, dan zult u een nieuw besluit op dat bezwaar moeten nemen. En dan heeft u in die zin daar weer 2 opties in. Waarbij ik aan de voorkant wel mee zou willen geven dat mocht het zover komen, en dat idee heb ik niet, maar dat dan wel een enorm effect zal hebben ook op een heel aantal andere kernen. Als het voordelig staat niet aan te tonen zou zijn dat vestiging van detailhandel ver buiten het centrum een negatief effect heeft, dan kan ik me voorstellen dat dat ook voor een heel aantal andere gebieden de nodige effecten heeft. De vraag van GroenLinks over de handreiking heb ik volgens mij voldoende gehad. Dan is nog iets gezegd over de kosten die zijn opgenomen in de beantwoording van de schriftelijke vragen. Wij zijn er in alle eerlijkheid van uitgegaan dat u daarmee bedoeld heeft dat u, want het onderwerp ging ook over het WOP-verzoek van de Aldi, dat u vraagt naar de kosten die gemaakt zijn in de zaak van het WOP, van de WOP-verzoek van Aldi. Nou, daar zijn 2 kosten in gemaakt. We hebben DocSupport gevraagd om het dossieronderzoek bij ons te doen en we hebben de advocaat gevraagd om dat nog eens even goed te bekijken. En daar is die kostenpost uit voortgekomen. Dus als u daar een andere interpretatie van heeft gehad, of van die vraag, dan moeten we dat verhelderen. Die hebben we in college in die zin niet zo gehad. En het is niet zo dat we daarmee maar een flauw antwoord hebben willen geven. Heer Brugman, even voor de duidelijkheid. U geeft aan dat u bereid bent om naar inzicht te geven in de kosten, maar ook even terug de vraag richting de heer Gelling, om het even duidelijk te stellen wat precies de vraag is, zodat u daar ook duidelijk antwoord op kunt geven. Nou ja, we hebben de vraag tot zover niet opgevat dat u het inzicht over het dossier afwijzing van het vestigingsvraag van Aldi wilt hebben. Maar als dat de vraag is, dan hebben we die beantwoord. Zo helder is het ook. Helder. Daarmee heb ik voor mij ook de vragen beantwoord, voorzitter. Ja, dan ga ik nu in ieder geval naar de heer Rodemond. Heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik haak nog even aan op het moreel appel wat de wethouder doet als het gaat over het plaatsen van mogelijk plaatsen van detailhandel op het Mercator-terrein. Daar doelde ik zojuist ook op als het gaat over de onderbouwing van wederzijdse partijen. En u zegt eigenlijk al van ja, dan moet een rechter zich daar maar over buigen. Toch even naar dat moreel appel toe. Aldi, soms lijkt het wel alsof hier reclame lopen te maken, maar goed, die geeft aan dat zij een vrij specifieke discounters zijn, met een specifieke wens ten aanzien van bijvoorbeeld verkeersbewegingen, parkeergelegenheden en dergelijke, maar ook een heel eigen publiek in zich hebben. Dat hebben zij, wat mij betreft, voldoende op schrift kunnen stellen op zo'n manier dat het niet zo is dat ieder willekeurige detailhandel dan vervolgens ook aanspraak kan maken op een dergelijke
vestigingsplek buiten bijvoorbeeld een kernwinkelgebied in. Dus dat moreel appel zou je eventueel, wat mij betreft, ook nog wel bestuurlijk of juridisch dicht kunnen timmeren. Hoe kijkt de wethouder daar tegenaan? Meneer Breukeman. Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, volgens mij is dat echt een onbegaanbare route. In die zin dat het in dit land redelijk strikt geregeld is wat detailhandel is en wat niet detailhandel is. Er bestaat volgens mij geen twijfel over dat supermarkten vallen in de categorie detailhandel. En als u detailhandel toestaat op een terrein die nu wat ons betreft niet past in de bestemming, dan heeft dat ook in die zin precedentwerking. Dank u wel. Meneer Rossen. Ja, voorzitter. Eigenlijk een vraag aan de heer Rodermond, niet aan de wethouder. Heeft de wethouder kraakhelder aan dat raadsbeleid in feite de doorslag heeft, het college voert uit. Dus feitelijk vraagt de heer Rodermond, stelt de heer Rodermond een vraag die hij aan de raad zou moeten stellen, en ik zou daar niet warm van worden, of we bepaalde winkels uit willen zonderen van beleid dat we zelf hebben vastgesteld. Heer Rodermond, aan u het woord. In principe klopt dat. Wij hebben natuurlijk al in het verleden, afgelopen pakket 6 jaar, wat mij betreft in ieder geval, deze discussie ook in de raad gevoerd. Het klopt dat het college dit uitvoert. Alleen vraagt het college steeds wel bepaalde uitvoeringsruimte waarover wij nu weer aan het praten zijn. En het klopt dat wij hebben gesproken over moeten we al dan niet een uitzondering geven aan bepaalde winkels om buiten het kernwinkelgebied te gaan opereren. In feite is dat ook positief beantwoord in de discussies in deze raad. Niet alleen wat betreft de Aldi, maar ook wat betreft de Lidl en ook andere winkels, omdat die gewoon simpelweg niet te verhuizen zijn of dat verhuizing anders onwenselijk zou zijn. Ik citeer even de vorige wethouder op dit dossier, die zei op dit punt, het centrumplan zoals dat nu voor ligt, is richtinggevend en zeker niet in beton gegoten. En dat is eigenlijk de route die wij als D66 steeds hebben bewandeld. Nogmaals, wij willen kijken, samen met u waarschijnlijk, meneer Rossen, wat het beste is voor Dedemsvaart. En dat we daar verschil van mening over hebben, is soms evident. Goed, dank u wel, heer Rodermond. Heer Roze, ik wil u de vraag stellen of u wilt reageren op de heer Rodermond. Als dat niet het geval is, wil ik de heer Gelling het woord geven. Als dat wel het geval is, dan aan u het woord. Okay, ja, ik wil toch even reageren. Volgens mij zijn we het eens dat we het beste willen voor Dedemsvaart, maar ook voor de samenleving. Een van de eisen waar het vanavond over gaat, is de evenredigheid. Een andere hele belangrijke pijler in de rechtszaak, de beoordeling van de Raad van State, is dat je niet discriminator mag zijn. En mijn zorg, daar zit ook mijn morele zorg, zit erin dat het niet zo moet zijn dat wij een ondernemer die het op scherp zet en die tijdens de inspraak aangeeft slikken of stikken, ik zeg het in mijn woorden, dat we daarvoor buigen. Volgens mij gaat het er vanavond om dat wij zuiver blijven aan het beleid wat wij zelf afgesproken hebben. En of de notitie die we nu voor hebben liggen, of dat het juiste antwoord is, wat wij aan willen bieden bij de Raad van State. Dank u wel. Goed, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Gelling. De heer Gelling, het woord aan u. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik hoor een heleboel dingen. En ik wil daar proberen wat voor mijzelf in ieder geval wat orde in te scheppen. Want ik hoor zeggen van ja, het beleid is altijd duidelijk geweest en daar moeten we ons aan houden. Nu is het aardige, als je de uitspraak van de Raad van State goed bestudeert, dat de Raad van State, zoals de wethouder ook al aangaf, eigenlijk zegt dat beleid is mij ook volstrekt duidelijk. De Raad van State zegt nergens dat de detailstructuurvisie niet klopt. Die zegt nergens dat de onderliggende besluitvorming niet klopt. Dat is ook niet de issue. En dan hebben we het telkens over, ja, maar de Raad heeft dit vastgesteld. En daar zit toch wel een nuance in. Veel mensen slaan aan op part-time of deeltijd politici. Maar laten we nou heel eerlijk zijn, voorzitter. Dat zijn we ook. En de voorstellen die de Raad aanneemt, zijn altijd voorstellen die komen uit een college
uit de hoed van het college. Hè. De enige uitzondering daarop was de kinderburgemeester vandaag, een initiatiefvoorstel van het CDA, die is van de agenda verdwenen. Dus alle besluiten die de raad neemt, grotendeel de besluiten die de raad neemt, komen uit de koker van het college. En daarvoor is het wel heel erg noodzakelijk dat je dus objectief geïnformeerd wordt, dat daar geen sturing wordt gegeven ter zake dingen die ik nou eenmaal wil, ter uitvoering van no way of dat gaat nooit gebeuren. Je moet dus de kerk spreekwoordelijk in het midden laten. En je moet dus je onderbuikgevoel niet laten prevaleren of boos worden en zeggen, nou, hè, die nare meneer, wij zullen dat is niet de basis. Regels gelden voor iedereen. En dan ga ik even terug naar de uitspraak van de Raad van State. Het is dus niet zo dat we een uitzondering gaan maken voor de Aldi, geen zins. Het is alleen zo dat de Aldi heeft gevraagd om zich te mogen vestigen op het Mercator-terrein. En daarvoor heeft deze gemeente, de Raad, worden wij genoemd. Maar ik denk dat heel veel mensen niet eens weten wat er nou precies namens de Raad is voorgesteld. Dan heeft de Raad van State gezegd, moet je eens luisteren, het is me wel duidelijk wat je vindt. De gemeente stelt namelijk, de Aldi is een trekker voor het centrum. Daarvan zegt de Raad van State, oké, ik hoor je, maar het blijkt nergens uit. Want, en dat is eerder al betoogd, de Aldi zit niet meer in het centrum, de Aldi beweegt buiten het centrumgebied. En er moet dus aangetoond worden dat dat van invloed is, die beweging, op het kernwinkelgebied. Twee is die clustering van Aldi en Lidl. Ook daarvan zegt de Raad van State, oké, ik hoor je, maar het blijkt nergens uit. En de derde is, er zouden zich meer bedrijven willen vestigen op het Mercator-terrein. En ook daarvan zegt de Raad van State, ik hoor je, de besluitvorming is me duidelijk, maar het blijkt nergens uit. En het blijkt dus nergens uit, en dat is vandaag al een paar keer onderstreept. Niet omdat er Aldi zo vervelend is, of omdat wij er wat van vinden. Nee, omdat wij hebben vastgesteld dat de Aldi nu zit in mengmilieu. Dus niet in het kernwinkelgebied. Dat hebben wij gedaan. Dat heeft de Aldi niet gedaan, dat is een besluit van de gemeenteraad geweest. En met dat besluit word je nu geconfronteerd, want daarvan zegt de Raad van State, toon maar eens aan dat de beweging die de Aldi maakt binnen het gebied waar ze zit, dat dat de invloed heeft die je stelt dat het heeft. En dat is niet zo. En de enige motivatie die in het rapport van bureau Seinpost staat, is dat daar gezegd wordt, nou, de Aldi zit eigenlijk wel in het centrum. En daar zit mijn punt in. De Raad neemt hier een besluit, maar op basis van de informatie die wij krijgen vanuit het college. En die informatie mag niet in een doelredenering zitten. De informatie moet objectief zijn. En ik vind dat, en ik veronderstel niet direct kwade bedoelingen, maar ik zie wel dat er hier een situatie aan het ontstaan is die al 7 jaar duurt, waarin naar de redelijkheid ver weg is. En als je dus geen uitzondering wil maken, en dat wil niemand, is er nu nog een handreiking om te proberen het Mercator-terrein schoon te houden van detailhandel met uitzondering van de Aldi. En je weet in ieder geval zeker, als je het gaat verliezen, dat dan het spel op de wagen ligt. En dan vindt mijn fractie, dat dit dossier buitengewoon slecht gemanaged is en dat daar iemand wel zijn verantwoordelijkheid voor zou mogen nemen. Dank u wel. Gering, ik stel u wel even een vraag. Gering, verwacht u van iemand een reactie? Verwacht u van uw collega-raadsleden een reactie op betoog? Verwacht u van de portefeuillehouder een reactie op betoog? Nou ja, ik geef aan dat ik het niet eens ben met het betoog zoals het gehouden wordt. En wellicht dat er iemand is hier, voorzitter, die daar zich toe geroepen voelt. Te meer omdat ik echt wel wil oproepen dat wij onze verantwoordelijkheid hebben hierin. En niet moeten vinden wat wij zelf redelijk vinden. We hebben ons te houden aan de onderlinge regelgeving, zoals de Raad van State dat ook doet. En nogmaals, en ik bedoel het niet als een grapje, dat is niet ook maar een mening. Het is het hoogste bestuursorgaan dat we hebben. En die heeft een hele duidelijke uitspraak gedaan. Ik zie dat de heer Jonkans wil reageren. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, ook al zijn we part-timers, dat wil helemaal niet zeggen dat we geen kwaliteit kunnen leveren. Dus wat dat betreft, ik denk zeker in de omstreken van Hardenberg dat gezond boerenverstand prevaleert. En dat zou ik ook graag zo willen houden. Daarnaast heeft de wethouder denk ik heel goed betoogd waarom het een heel slecht idee is om Aldi alsnog naar Mercator te laten verdwijnen. Omdat je dan de deur opengooit en dus niet meer consistent bent. En dus het hele centrum leeg zou kunnen trekken daar naartoe. En daarom moet je dat nooit doen. Bovendien zit het nu in een menggebied. En dat is een menggebied van het centrumgebied waar winkels zitten.
en waar winkels een plek kunnen krijgen die niet in het centrum passen. Dus dat is een krans om het centrum heen. Dus hoezo heeft het geen relatie met het centrum? Heeft wel degelijk een relatie met het centrum. En ik zie dus ook geen enkele reden om ook maar een millimeter op te schuiven naar het Mercator-terrein. Voorzitter, mag ik daar kort op reageren? Heer Gerling. Want meneer Jonkhans zegt, natuurlijk zit het in het centrum, maar dan citeer ik toch bij deze noodzakelijke wijze uit het vonnis van de Raad van State, het hoogste bestuursorgaan. En daar staat, anders dan in de referenties, dus de gemeentes waarnaar verwezen wordt, gaat het in Delemsvaart om een Aldi discount supermarkt die al buiten het centrumgebied ligt. En dus nogmaals, en mijn Jonkhans, dit is nou precies wat ik bedoel, niet het onderbuikgevoel van ik vind dat het wel in het centrum ligt, want dat is nou net wat ik betoog. Dat onderbuikgevoel is aardig thuis, maar wij zijn hier een verlengstuk van de wet, we moeten houden aan de regelgeving. En de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan, bestuursrechtsorgaan in Nederland, heeft gezegd, de Aldi ligt niet in het kernwinkelgebied. Daar kunt u wel iets van vinden, maar u heeft zich te houden aan de regelgeving. En u mag wel motiveren waarom u vindt dat het anders is, maar dit is zoals de feiten liggen. En dan is het de oproep, hè? Je kunt dan zeggen, dat doet bureau Seinpost ook hoor, met u meneer Jonkhans, nou, het ligt eigenlijk wel in het centrum. Maar dan is de vraag, wat doet u en wie neemt hier verantwoordelijkheid als de Raad van State nu zo meteen hetzelfde besluit en zegt van, moet luisteren, dat was niet zo, het is nog steeds niet zo en dus ligt het spel op de wagen. Voorzitter, ik krijg de indruk dat we niet meer bezig zijn. Heer Stelstra, ik wil eerst het woord geven aan de heer Jonkhans, die heeft zich eerder gemeld dan u. Na de heer Jonkhans wil ik het woord geven aan de heer Breukeman en dan krijgt u het woord, heer Stelstra. Heer Jonkhans, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb ook gezegd dat het in het centrumgebied ligt. Nee, ik heb gezegd het zit in het menggebied. Dat ligt rondom het centrumgebied heen, of daar tegenaan. En dat heeft er wel degelijk een relatie mee. Dank u wel, heer Jonkhans. Heer Breukeman, wilt u nu reageren of wilt u afwachten wat de heer Stelstra toe te voegen heeft aan de discussie? Ik laat mij graag leiden door de voorzitter, heer Bak. Dan geef ik even de heer Stelstra de ruimte om, als hij wil inbreken in de discussie, om deel te nemen aan deze discussie, zodat u later in algehele zin weer kunt reageren op wat nu in het debatje in de Raad plaatsvindt. Het lijkt me iets meer passend. Heer Stelstra, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik krijg wel sterk de indruk dat we meer aan het opiniëren zijn dan aan het oriënteren. En ik krijg meer de indruk dat dit debat inderdaad thuis zou horen dan tijdens een oriënterende ronde. Maar dat kan aan mijn waarneming liggen, meneer de voorzitter. Goed. Dank u wel, heer Stelstra. Ik oordeel vooralsnog even anders. Ik denk dat dit debat in ieder geval verschillen van inzicht naar voren brengt. En dat dat wel degelijk kan leiden tot het bijstellen van een mening. Maar dank in ieder geval voor uw interruptie. En dan ga ik nu door naar de heer Breukeman om te reageren op wat de heer Gerling, denk ik, gezegd heeft, maar ook de reactie van de heer Jonkhans daarop. Ja, voorzitter, toch de behoefte om op een drietal punten nog even kort te reageren, omdat het wellicht helderheid kan scheppen. Eén, hè, dat was ook het eerste punt van de heer Gerling, maar daar ging later de discussie ook nog over. Vindt er nou een verslechtering plaats wanneer Aldi van de huidige plek naar Mercator gaat? Zit het nou wel of niet in het centrum? Is het nou overloopgebied? Is het minggebied? Is het aanloopgebied? Laten we heel helder zijn. Ook die argumentatie is ondergeschikt aan de vraag of je nu op Mercator detailhandel toestaan, ja of nee. Dus ik snap die beweegredenen van Aldi wel. Alleen wat voor ligt is de vraag of u wel of geen detailhandel op Mercator wil. En daar heeft u altijd glashelder over. Daar bent u altijd glashelder over geweest. En laat ik wel wezen, het is ook niet zo dat de uitspraak van de Raad van State zegt dat die ondergeschikte belangen, zeg maar, de hoofdtoon voeren in de tussenuitspraak. Nee, er wordt gevraagd om een nadere motivering te geven als het gaat om het evenredigheidsvereiste, waarbij aan moet worden getoond dat vestiging van detailhandel op die plek, dus vestiging van detailhandel op Mercator, dat een nadelig effect heeft op het centrum van Delemsvaart. We hebben het daar dus niet over een verplaatsing, we hebben het over de toevoeging van detailhandel op die plek. En dat kun je onderbouwen door te kijken naar referentiegebieden, te kijken naar specifieke getallen
voor het delingsfase. Je kijkt dan naar omzetten, naar passantenstromen, naar leegstand, et cetera. En u vindt die onderbouwing dus ook. En de onderbouwing gaat in die zin dan ook veel minder in op de verplaatsing van een Aldi. Maar de onderbouwing is hoofdzakelijk gebaseerd op wat is het effect van het toevoegen van detailhandel op het Mercator-terrein. En ja, dan worden er op het eind nog een aantal, in mijn ogen, toch grote woorden gebezigd als het gaat om verantwoordelijkheid nemen. En daarop, voorzitter, kan ik niet anders dan in alle eerlijkheid aangeven dat wij handelen volgens de kaders die de Raad heeft aangegeven, meerdere keren in de detailhandelstructuurvisie, meerdere keren als het gaat om het verzoek van al die afwijzingen en het bezwaar daarop. En dan hoef ik het niet te hebben over de motie van de VVD, denk ik, ten tijde van het vaststellen van het bedrijventerrein, die toen het college heeft geadviseerd om dat vooral niet te doen vanwege de aanwezige flora en fauna op die locatie en de vervoersbeweging. Maar dat is al een heel eind geleden, voorzitter. Tot zover. Goed, dank u wel, heer Breukeman. Ik wil de heer Gelling de ruimte geven om daarop te reageren. En ik zie ook dat de heer Rodemond behoefte heeft om te reageren. En laten we proberen wel een beetje bij de kern te blijven en niet allerlei zijlings opmerkingen daarbij te halen. Want dat maakt de discussie al lastig genoeg. De heer Gelling en heer Rodemond, ik wil u beide verzoeken u tot de kern te beperken. En te zorgen dat we dit onderwerp inhoudelijk goed kunnen afronden en niet te herhalen in zetten. De heer Gelling, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik zal het dan ook kort houden, want ik ben het wel deels met meneer Stelpse eens. Staat hier al een wat andere discussie voor dan openerend. Maar wat ik zorgwekkend vind is de uitspraak van de wethouder net dat het hier zou gaan om het besluit om detailhandel toe te staan op het Mercator-terrein. Want de uitspraak hier is een gevolg van het verzoek van de Aldi om gefaciliteerd te worden op dit terrein. En daar gaat het om en dat is onvoldoende of onvoldoende aannemelijk verworpen. Dus het is dus dat die regie over wel of geen detailhandel, dat ligt al lang op de wagen, voorzitter. Het gaat hier om een heel duidelijk verzoek en het verzoek is niet voldoende aannemelijk verworpen. Dat is een heel andere zaak. Maar goed, ik zal de volgende keer verder gaan en ik zal nog eens kijken naar die motie over flora en fauna, voorzitter. Want daar zijn wij normaal gesproken niet heel sterk in als VVD, maar die zullen we even opzoeken dan. Goed, ik denk dat u uw punt heeft gemaakt, heer Gelling, en dat u duidelijk moest aangeven. Ik hoor ergens 2007, voorzitter. Nou ja, dan is het 13 jaar geleden en van voor mijn tijd. Zeker, heer Gelling. 13 jaar geleden is voor uw tijd, al ruim voor uw tijd. Maar goed, het geheugen van de wethouder gaat blijkbaar ver terug. Dus heeft in ieder geval noeste arbeid verricht om dat nog even op te zoeken. Complimenten daarvoor. Heer Rodemond, aan u het woord om graag ook kort nog te reageren. Ja, eigenlijk heeft de heer Gelling mijn vraag/opmerking net ook al gemaakt. Okay. Dus dan laat ik het hierbij. Dat is dan mooi. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk nog even rond of er nog iemand andere punten in deze discussie heeft toe te voegen. Dat is niet het geval. De vragen zijn beantwoord door de heer Breukeman. Dan rest mij de vraag of er behoefte is aan een tweede termijn. Nee. Dat is niet het geval. Ja, dan kan ik me zomaar voorstellen dat dit... Mag ik één vraag stellen nog? Nog even over de kostenopgave waar het net even over ging. Dat is mij een beetje blijven hangen. Mag het? Ja. Ja, vanzelfsprekend zou ik zeggen, willen alle oppositiepartijen graag inzicht hebben in alle kosten. Alle kosten onderstreept, voorzitter, die zijn gemaakt door de gemeente in zaken alles wat met de Aldi en Ommen te maken heeft en het Mercator-terrein. Dank u wel. Dit is wat bedoelt u, denk ik. Ja, Mercator-terrein natuurlijk. Ja, oké, helder. Heer Breukeman, een hele specifieke, duidelijke vraag van de heer Gelling. Graag uw reactie daarop. Ja, voorzitter, volgens mij was het geen vraag, maar een oproep. Maar u wilt ongetwijfeld daarop horen dat het een toezegging wordt. Die zullen we bij deze dan maar doen. Goed, bij deze dan een toezegging gedaan, heer Breukeman. Ik weet dat u dat toch niet altijd buitengewoon plezant vindt om die te doen. Maar bij deze hebben we hem dan toch maar weer genoteerd. Dan ben ik weer terug bij de vraag die ik eigenlijk wil stellen tot de interruptie van de heer Gelling tussendoor kwam. Of dit door kan als een hamerstuk naar de raadsvergadering. Ik heb zo het gevoel dat het maar zou kunnen, want er is uitgebreid gedebatteerd vanavond. Ja, hamerstuk. Kan het door als een hamerstuk? Hamerstuk. Nee, voorzitter, VVD, we gaan een bespreken. Ik hoor dat het een bespreekstuk moet worden namens een aantal partijen. Dus waarvan acte?
Goed. Dank u allemaal voor deze uitvoerige discussie. Heeft er iemand ook behoefte aan een korte onderbreking van de vergadering? En dan bedoel ik echt maximaal 5 minuten. Daar is behoefte aan? Nee hoor. Nee, laten we gewoon doorgaan, voorzitter. Goed. Ik zie dat daar geen behoefte aan is. Dan gaan we verder met agenda punt 5. Vast in de bestemmingsplan Hardenberg Marslanden 1. Woningbouw van Sietsemahof. En ik wil daar weer net hetzelfde rondje doen als de vorige keer. Ik ga de partijen langs en de woordvoerder het verzoek om zich te melden. Ik begin bij het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor de mensen met twee schermen, Birgit is hier de woordvoerder van namens de CDA-fractie. Ik heb eigenlijk twee vragen aan de wethouder. Ik zou graag willen dat hij even reageert op de inbreng van de heer Knol. Wat mij opvalt als ik naar de verbeelding kijk, en een afbeelding 2 noem ik, is dat de woningen vrij dicht langs de vijver staan. De vijver is ook verkleind, er is een stukje gepolderd, dus er is extra land gemaakt. En mijn tweede vraag aan de wethouder is eigenlijk of er ook naar de mogelijkheid is gekeken om eigenlijk het woongebied verder naar beneden te laten zakken. Omdat daar eigenlijk nog een heel groot stuk van de vijver zit. Dus dat je eigenlijk het woongebied naar beneden laat zakken. En ik vraag het hierom. In het originele plan, waar dus eigenlijk het complex op stond, was ook verder eigenlijk richting de Haardijk gebouwd. Het wordt nu meer als een olievlek verspreid omdat er grondwoningen komen. Dus eigenlijk is dat mijn vraag dus aan de wethouder of die mogelijkheid ook is bekeken. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Ruske. Dan ga ik naar de fractie van D66, de heer Rodemond. Voorzitter, ik heb op dit punt geen vragen. Dank u wel. Ga ik naar de fractie van GroenLinks, de heer Boshoven. Meneer Jager, wil graag het woord voeren. De heer Jager, ik heb u even niet in beeld, maar aan u het woord, de heer Jager. Dank u wel. Ik heb eigenlijk 3 vragen. De eerste is, in welk stadium zit het voorstel? Dus hoe ver is het met verkochte kavels en hoe zit het met de investeringen? Tweede vraag is, als we het nu niet doen, als we dit niet door laten gaan, wat is dan het effect op de GREX van de gemeente, de grondexploitatie? En als derde punt, zou het niet kunnen laten doorgaan van dit project kunnen zorgen voor een groene entree voor de Marslanden? Tot zover. Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van Opkoers. De heer Gezing. Zie ik dat goed? Nee. Wie neemt het woord? Mevrouw Kelder. Ik neem het woord even. Heel graag. Dit is eigenlijk een voorstel waar we al heel lang geleden, voor mijn gevoel, al hebben gezegd van dit is wel het meest haalbare, dus een mooie oplossing in dit gebied als zo'n appartement met 60 appartementen niet kan. Dus ik denk dat dit een goed voorstel is. Okay, ook alweer in het vroeg stadium een heldere opinie van Opkoers nu. Ik ga naar de fractie van de VVD. Wie kan ik het woord geven? Ja, voorzitter, mee. Voorzitter, ik zal net even in de motie van 2007 die meneer Van den Berg mij toegestuurd heeft. Dus ik moet even omschakelen. Voorzitter, een paar hele kleine vraagjes. We lezen het voorstel dat het beeldkwaliteitsplan in zaken niet van toepassing is en dat er daardoor nieuwe stedenbouwkundige uitgangspunten gelden ter zake deze ontwikkeling. Nu is het hier toch wel een heel beeldbepalend punt. Het is als je aankomt rijden eigenlijk de poort van Hardenberg en dan kun je 1 keer goed doen. En begrijp ik nou dat die nieuwe stedenbouwkundige uitgangspunten vertaald zijn in wat ik zie in het voorstel? Dat zijn 12, in mijn beleving, blokken die daar liggen. Is dat het wat er gaat komen? Of nemen we de uitdaging aan en gaan we daar architectonisch iets doen wat Hardenberg zou sieren? Dank u wel. Dank u wel, Gelling. Dan ga ik naar de fractie van de ChristenUnie. Wie kan ik het woord geven? Dank u wel, voorzitter.
Antonie? Ja, ik, bij de vraag van Gellin, daar sluit ik me van harte bij aan. Ik heb gezien dat er een tweetal zienswijzen zijn geweest. Hè, daar is ook op gereageerd. Ik zie onder het hoofdstukje financiën dat er zeg maar, vanuit het programma Wonen budget is gereserveerd voor het opstellen van eventuele bestemmingsplannen en proceskosten. Is daarbij ook, kijkend naar de zienswijze, eventueel rekening gehouden met planschadekosten? Want ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat men daar ook het een en ander wat van vindt. Dank u wel. We gaan naar de fractie van 50+. Heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Helaas zijn onze vragen al gesteld, want wij zitten ook een beetje met het aanzien, wanneer je op de rotonde komt, dat er niet meteen zo'n heel groot wooncomplex, maar iets moois komt. En ook of er al gereserveerd is voor planschade. Okay. Dat waren het. Dank u wel. Bij het eerst gesteld zijn. Dank u wel. Dan blijft over, als ik het goed heb, de Partij van de Arbeid. Wie kan ik het woord geven? Ja, u kunt mij het woord geven. Ja. Ja, we hebben gezien dat er eerst een groot complex zou komen. Er is toen in een visie aangegeven dat we naar 8 zouden gaan. En uiteindelijk stelt het college voor dat er 12 zijn. Wordt niet aangegeven in het voorstel wat daarvan de reden is. Althans, het enige reden die erin staat is dat het voor de initiatiefnemer, die heeft het aannemelijk gemaakt dat het ruimtelijk wel komt. Maar financieel is er volgens mij geen enkele reden om het te doen. En ik ben het dan ook heel erg met de heer Gelling eens. Van, zet dan eerder in op kwaliteit dan op aantallen. En de heer Knol heeft ook aangetoond, en dat gaf ook het CDA in het betoog net aan, van ja, het gebied wordt wel aardig opgerekt en groter gemaakt. En de kwaliteit van wonen aan de Molenlaan neemt af. Dus ik denk van ja, bezint tegen begint. Ga toch nog eens even kijken of het niet met 8 ook iets kwalitatiefs te maken is. In plaats van nu gelijk naar 12 te gaan en het veel groter te maken. En daar zou ik graag antwoord op willen hebben van de wethouder. Dank u wel. Veel vragen in dezelfde trant. Ik ga naar de heer Breukelman voor de beantwoording. Matthijs Breukelman. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen die gesteld zijn, zullen even bij langslopen. En ja, misschien is het goed om even het beeld te schetsen van wat er lag. Hè? Want u heeft enige tijd geleden het voorbereidingsbesluit genomen. En in dat voorbereidingsbesluit hebben we gezegd dat hele grote appartementengebouw van 60 appartementen, die halen we daar weg, omdat we anno nu niet meer vinden dat daar passend is. Nou, ik heb hier toevallig een kaartje liggen, ik kan hem even toesturen, dat is misschien gemakkelijker dan zo laten zien. Alleen, de vergunning die destijds is afgegeven, hè, dus je had al een heel eind van het traject, die vergunning die is afgegeven voor een gebouw van 6 lagen en een kap, met een hoogte van 25 meter. Daarvan hebben we gezegd, in de structuurvisie, dat willen we niet meer. Voorbereidingsbesluit van uw raad genomen om die vergunning eraf te krijgen. En we zijn aan de slag gegaan met, wat zou hier dan wel kunnen. En nou ja, daarover hebben we natuurlijk ook gesproken met de eigenaar van het perceel. En heel kort samengevat kan ik eigenlijk zeggen dat wij vinden dat het plan van 12 woningen ruimtelijk goed in te passen is. Dat het past binnen de vraag zeg maar, naar woningen, om niet het woord volkshuisvestingen te gebruiken. Dat op deze plek kan. Toen we gedacht, nou ja, we hebben voor de ontwikkelaar hebben wij die 60 appartementen weggestreept. Hij is met een plan gekomen waarin 12 woningen zijn opgenomen. Wij vinden dat die 12 woningen goed op die plek passen. En dus hebben we gedacht, nou, dan kunnen wij uiteraard onder voorbehoud van uw raadsbesluit instemmen met die 12 woningen. Dat maakt het voor de ontwikkelaar wat gemakkelijker. En het past binnen die kaders zoals je juist geschetst hebt. Dan is er een vraag gesteld over planschade. Zijn daar dan middelen voor gerealiseerd of niet? Nou, het is niet onze grondpositie. Dus mocht er sprake van planschade zijn, dan zijn die voor de ontwikkelaar. Maar ik zou daar wel
naast willen zetten dat ik mij ernstig afvraag of een verandering van 6 lagen in een kap, 25 meter hoog, naar 12 grondgebonden woningen, of daar, zeg maar, even realistisch, hè, planschadeverhaal uitkomt. Maar mocht het het geval zijn, dan is die voor de ontwikkelaar. Ja, we willen graag kwaliteit op deze plek. Is er dan geen beeldskwaliteitsplan meer? Zijn er dan geen eisen meer? Jawel, in het bestemmingsplan zijn eisen opgenomen waar de bouw aan moet voldoen. Dus in die zin hebben wij nu nog niet een heel concreet plaatje van, ja, hoe gaan deze huizen er exact uitzien? Maar ze moeten wel voldoen aan het programma van eisen dat u in het bestemmingsplan vindt. GroenLinks vroeg nog, ja, zijn er al investeringen gedaan? Of kan dit niet de groene entree blijven? Ja, dat is misschien wel een ingewikkelde. Niet dat er van onze kant investeringen zijn gedaan, of dat er nu al woningen zijn verkocht of zo. Alleen, het voorbereidingsbesluit vraagt 2 dingen. 1, het nemen van het voorbereidingsbesluit. En 2, om binnen een bepaalde hoeveelheid tijd daarna ook een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Dus ja, mocht je nu het nieuwe bestemmingsplan helemaal niet vaststellen, en mochten wij niet komen tot een nieuw bestemmingsplan, dan neem ik aan, kijk ook even achter mij, dat wij dan terugvallen op zeg maar de vorige regels en dat we dan die wegbestemming niet gestand kunnen doen. En daar wordt ook op geknikt. Dus dat zou dan wel een zorg zijn. Dus dan heb je de investeringen, de groene entree, het beeldkwaliteitsplan, programma van eisen gehad. Die staan dus, zoals ik zei, hè, in het bestemmingsplan. Maar misschien kunnen we daar nog even een opsomming van geven in de mail. Dat u daar ook helderheid over heeft. Planschade heb ik gehad. Oh ja, het CDA vroeg nog om even te reageren op. Hè. Nou, dat heb ik volgens mij gedaan. Maar ook, kan de bouwvlek niet wat verschuiven? Nou, volgens mij richting de rotonde kan dat niet, want daar kom je gewoon met je kadastrale meters niet weg. En met geluid bovendien ook nog. En ja, zou je verder zakken richting de waterkant, zeg maar, ja, dan wordt dat ingewikkelder, omdat daar die bufferzone ligt. Alleen, dat speelt ook nog mee, dat als je verder die kant op zou gaan schuiven, dat je dan ook weer bij andere mensen, zeg maar, op enige afstand voor of achter de tuin zit. Dus dat in eerste instantie, voorzitter. Dank u wel voor uw toelichting, heer Breukman. Zijn er aanvullende vragen in deze eerste termijn? De heer Jonkans en de heer Gelling. Heer Jonkans. Ja, ik heb de wethouder net gevraagd van in de structuurvisie stonden er 8. En nu zijn het er ineens 12 geworden. En ik vraag mij toch af, omdat op zo'n plek, wat de heer Gelling ook al aangaf, wat het met een poortfunctie heeft, om daar toch een aantal, nog eens 50% extra woningen weg te proppen, of dat nou wel bijdraagt aan de kwaliteit die we graag willen in onze gemeente. Heer Beukeman. Even het geluid. Dank u wel, voorzitter. Ja, kijk, in die structuurvisie, hoe zijn we tot de structuurvisie gekomen? We waren destijds bezig als gemeente met het wegbestemmen van het overcapaciteit, halencapaciteit aan woningbouwprojecten. Voortkomen uit de ladder voor de duurzaam die er toen was. Toen is in die structuurvisie is een schatting gemaakt van, nou ja, 8 zou hier kunnen, maar daar is toen in die tijd geen overleg over geweest met de eigenaar van het perceel. Die heeft inmiddels een plan neergelegd waarvan wij zeggen, ja, dat is aanvaardbaar. Meer woningen in Houdenberg zijn wenselijk. We vinden dat ze hier goed in te passen zijn. En daarom hebben wij ervoor gekozen dat wij 12 aanvaardbaar vinden. Dus vanuit volkshuisvesting en van ruimtelijke ordening en in overleg met de ontwikkelaar. Maar goed, het is uiteraard aan u om daar een keuze in te maken. Maar dan is het toch zo dat er nog een stuk van de vijver gekocht moest worden? Of had de eigenaar die vijver ook in het bezit? Nee, volgens mij hoeft er daar geen extra aankoop voor gedaan te worden. Want ik denk dat het hele perceel in die zin bij elkaar hoort. Maar je hebt ook het verschil tussen perceel-eigendom en tussen bouwvlak. Maar als u dat exact zou willen weten, dan moeten we daar technisch even op terugkomen. Jongens, wilt u dat technisch weten of gelooft u het wel? Nee, ik wil het wel even weten, ja. Goed,
Dat wordt technisch uitgezocht. En de heer Breukman die laat er even op terugkomen. Heer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik hoor de portefeuillehouder op de vragen ter zake architectuur en de functie die juist deze plek heeft als poort van Hardenberg slechts antwoorden dat 12 eenheden aanvaardbaar zijn. En dat is het aantal. Maar wordt daarbij dan mijn vraag bevestigd dat het die 12 blokken zijn die ik heb ingetekend gezien in de verbeelding van het onderliggende plan? Of is er nog ruimte om wat te doen aan architectuur? En dan zou je misschien gelijk bij de inspreker en overige buren uit kunnen komen. En als je wat moois maakt daar, dan kijk je in ieder geval tegen iets anders aan dan deze blokken. Dus ik kan me voorstellen dat je daar iets anders tegen aan gaat kijken dan. Maar ook als burger van Hardenberg kan ik me voorstellen dat het best wel een plek is waar toch belang kan worden gesteld in iets moois. Waar je echt eens van denkt, je binnenkomt van nou, daar staat wat. Ik vind aan de overkant het kantoorgebouw namelijk prachtig. Wat dat kantoorgebouw daar staat. En het zou echt toch wel prettig zijn om dit niet te verprutsen. En hier echt iets van te maken waar we met alle plezier dagelijks langs rijden. Heer Breukman, nogmaals de vraag. Voorzitter, ik deel volledig de opvatting van de heer Gelling dat kwaliteit goed is op deze plek. In die zin is het kaartje met de 12 blokken, zoals hij dat beschrijft, ook een beetje indicatief. Omdat we nog niet exact weten hoe die woningen eruit gaan zien. In het bestemmingsplan zijn voorwaarden opgenomen. Een soort van programma van eisen, zeg maar, waar die woningen aan moeten voldoen. Dus die kunt u daar vinden, maar ik wil u best even op weg helpen en dat nog even apart op de mail zetten richting de raad. Is dat voldoende antwoord op uw vraag? Ja, wat ik wat jammer vind, voorzitter, is dat ik best begrijp dat het dan nog inpasbaar is in regelgeving. Maar je kunt ook zo'n ontwikkelaar meenemen, uitdagen en eens kijken of je kan komen tot iets moois. En louter dan het alleen maar afvinken van de regelgeving die hieronder ligt. Ja, voorzitter, maar dat doen we altijd. We leggen aan de voorkant vast wat de hele harde eisen zijn als het gaat om toevoegen van kwaliteit. En vervolgens, als we het bestemmingsplan hebben, gaan we met ontwikkelaar in gesprek. Over wat wij nu ook wel of niet vinden dat daar zeg maar welstand technisch goed in past. Dus ja, goed om nu aan de voorkant gewoon hard dingen op te nemen in het bestemmingsplan. En ja, wij zullen in gesprek gaan, ook met ontwikkelaar, om er ook zorg voor te dragen dat er ook kwaliteit komt. En volgens mij kunt u die eisen vinden in bijlage 1 van de toelichting op het bestemmingsplan. Goed, helder. Maar we zitten op dezelfde lijn. Volgens mij heeft u een aantal toezeggingen gedaan dat u in ieder geval een en ander nog even op de mail in beeld brengt. En dat u inderdaad met de ontwikkelaar zeker het gesprek voert over de architectonische inrichting van het gebied. Dus volgens mij twee toezeggingen daar die gedaan zijn. En wat mij betreft ook nu even voldoende in de beantwoording. Voorzitter, ik heb toch nog een kleine vraag. Een klein verzoek aan de wethouder. Ja, dank u wel. U noemde net de gevolgen voor wat er zou gebeuren als we het bestemmingsplan niet zouden goedkeuren en wat anders zouden willen met die plek. Ik zou graag willen vragen of u dat op papier zou kunnen zetten en als toekomst sturen, zodat we mee kunnen nemen in de overwegingen. Heer Breukman, een verzoek om het een en ander schriftelijk even op papier te zeggen wat het betekent. Ik zie u in stemmen knikken. Wat mij betreft is dat voldoende. Goed. Dank u. Mag ik concluderen dat dit voldoende is voor de eerste termijn? Dat is het geval. Behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Mag dit dan mee als een hamerstuk of willen we dit als bespreekstuk meenemen naar de volgende raadsvergadering? Hamerstuk? Bespreekstuk. Bespreekstuk? Wie vraagt om een bespreekstuk? Het CDA? Ja, omdat we ook nog informatie krijgen van de wethouder. Kunnen we dat nog even meenemen? Oké, dan wel de vraag aan u. Mocht de informatie toereikend zijn en mocht u tot inzicht komen dat dat voldoende is inderdaad, als het dan een hamerstuk mag worden, geef het dan alsjeblieft vroegtijdig aan. Dan niet op de agenda. Dat zullen we doen. Dank u. Daarmee zijn we aan het einde van dit agendapunt gekomen en zijn we toe aan agendapunt 7. Dat is een update van de coronacrisis. Ik wil burgemeester Wiggers vragen om daar een korte toelichting voor te geven. En ik heb begrepen dat het minder dan 5 minuten zou zijn deze keer. Dus heer Wiggers, aan u het woord. Nou, je merkt, voorzitter, als je één keer een lang toog houdt in het begin van zo'n reeks, dat je reputatie daarmee met je meeloopt. Dus ik ga proberen om het na het kort te doen, binnen de 5 minuten. Allereerst, ik help u graag herinneren.
Wat zegt u? Aan u het woord. Ik zeg, we helpen u graag herinneren en aan u het woord. Uitstekend. Allereerst, we merken met z'n allen dat de druk vanwege de corona wat minder wordt, gelukkig. De volgende stap die nu gezet gaat worden bij 1 juni betekent dat we een aantal maatregelen weer wat kunnen gaan lossen en dat we op weg gaan naar een stapje een beetje naar een normale samenleving. De afgelopen paar weken hadden we volgens de cijfers van het RIVM geen nieuwe besmettingen in Hardenberg. Althans geen vastgestelde, geen ziekenhuisopname of geen overledenen. Dat is een goed bericht. Tegelijkertijd wordt het ook steeds drukker op straat en dat legt druk op de openbare ruimte. En tegelijkertijd ook weer de noodzaak om die afstand te bewaren. Die druk zit speciaal in de natuurgebieden, Oldemeijer, afgelopen hemelvaart. En die moesten we dicht doen op een bepaald moment omdat het gewoon te druk werd. Voor Pinksteren willen we dezelfde lijn vasthouden. Dus open doen en tegelijkertijd toch weer afsluiten op het moment dat het gewoon te druk wordt. Dat is de lijn die we in ieder geval gaan inzetten. En die 1,5 meter die blijft ook weer heilig. Wat betreft het parkeren, nu we weer op weg gaan naar het normaal, gaan we ook de parkeerapparatuur weer in werking zetten. Dat gaan we doen met ingang van 2 juni aanstaande. Dus dat betekent dat slagbomen er weer voor gaan en dat u weer moet betalen. De kinderopvang, dat is eigenlijk het onderwijs, dat is goed van start gegaan. Dat loopt, dat heeft zoals we berichten horen. Wat betreft openbaar aanbestedingen heb ik wat dat betreft wel een boeiend nieuwtje. We gaan kijken of we een aantal werken wat naar voren kunnen halen. Dan gaat het om de reconstructie en onderhoud van een drietal wegen. En u wordt daar als raad binnenkort over geïnformeerd. De terrassen, het zou niet orgaan zijn, die gaan open. En die moeten daar wel volgens een aantal regels moeten die gaan functioneren. Die regels die heeft u allemaal kunnen zien, denk ik, in de kranten. De eerste 5 aanvragen zijn binnen en we denken mee waar dat kan. Maar tegelijkertijd willen we wel vasthouden aan de regels zoals ze zijn. Dat hoort er gewoon bij. De restenbelasting. We hebben vandaag het besluit genomen dat we de toeristenbelasting, de voorlopige aanslag die achterwege blijft. En dat we gaan werken met een definitieve aanslag over 2020. Die volgt dan begin 2021. Daar hebben we meer zekerheid over het aantal nachten wat doorgebracht wordt. En het geeft natuurlijk budgetair niet een bedrag richting kampeerhouders, richting campings. Wel even de ruimte om niet onmiddellijk te hoeven betalen. De zwembaden die zijn weer open voor baanzwemmen en zwemles. Vooraf reserveren. En de opening van de hattemat is nog in voorbereiding. De andere openluchtzwembaden die gaan ook weer open. Theater, ik mocht u de vorige keer vertellen dat voor groepen 8 de theatervoorstellingen georganiseerd gaan worden. 15 basisscholen gaan er gebruik van maken. Die gaan een eindmusical opnemen in de Voorvechter. En dat is een mooi iets. Het is ook iets wat een goed voorbeeld is voor anderen. Sommige theaters in de landen gaan dit voorbeeld ook volgen. En dat is op zich wel een mooi iets. Zorg en welzijn, dan nog een keer. Het doet me wel erg veel plezier om te mogen melden dat de bezoekregeling vanaf voor de verzorgingshuizen vanaf 15 juni landelijk wordt aangepast. Eindelijk komt daar ook een beetje lucht. Wethouder Rietsap en ik mochten een bezoek brengen aan Clara van Juna afgelopen week. En we mochten daar praten met mensen die in de zorg werkzaam zijn. En je kent die verhalen. Ik mag in mijn vrije tijd zelf ook betrokken zijn als bestuurder bij een verzorgingscentrum, bij een instelling. Als je mensen het zelf weer een keer hoort vertellen, dan maakt dat extra van indruk. En dan geeft dat nog eens aan hoe belangrijk het ook is dat we die piek weten te drukken. En hoe belangrijk het ook is dat we ons houden aan die 1,5 meter. En die maatregelen die nu wat verzacht worden, die houden nog steeds natuurlijk in die zorgvuldigheid, die verantwoordelijkheid van mensen zelf. En we hopen niet te hoeven handhaven. En we hopen dat de verantwoordelijkheid die mensen zelf hebben, dat ze die ook waarmaken. Daar wil ik het maar eens even bij laten op 1 ding na. Dat is dat wij de 70-plussers onder u die hebben die ontvangen. Een kaart heb ik gestuurd naar alle 70-plussers in de gemeente. Ik zie enkele van u knikken, instemmend. En dat is een gebaar wat op prijs gesteld werd. Het is een klein gebaar, maar ja, je laat toch even weten dat je mensen meeleeft. Ook al merk je dat in deze tijden de persoonlijke contacten onder druk staan. In die zin dat je elkaar niet kunt ontmoeten, minder kunt ontmoeten. En dat je zo afhankelijk bent van media zoals dit Zoom.
voor raadsvergaderingen, maar ook vaak voor persoonlijke contacten. En dat is jammer. Vandaar zo'n kaartje. Dank u wel, heer Wiggers, voor deze krachtige toelichting. Ik weet niet of er nog vragen zijn naar aanleiding van. Nee, dat is niet het geval. Dan zijn we aankomen bij agendapunt 8, de rondvraag. Heeft iemand nog iets voor de rondvraag? Dat is ook niet het geval. Dan wil ik jullie allemaal, danken voor jullie aanwezigheid en de toch wel uitvoerige discussie hier vandaag. Ik wens jullie een hele fijne avond. Maak er nog wat moois van. En dan zien we jullie de volgende keer weer bij Zoom. Tot de volgende keer.